Godverdomme. Ik ben gewoon diegene die breekt van zijn poten. Het is zeg maar de Galaxy Z Flip. Ja. Zo. Nu zit hij die lijntjes te snuiven. Ja toch. Ja. Zo, Wout on the grind hoor. Kut laptop. Zo. Ja, dan gaan we weer. GTA. Goeie start gegeven aan het kutding. Oh, wat kut mooi. Is dat die een... hoe noemt dat pop? Poppetje. Pokémon. Kut! Oh, ik was al op tijd. Bam! Godverdomme, waarom ik weer? Godverdering, man. Dylan! Ik dacht blij, Dylan is het goed. Nou, blijf ik aan de Maar jullie zijn al bezig? Ja, Wout. Ik heb geen invite gekregen. Dat duurt mij ook alleen maar. Graag god. Maar ik heb geen invite gekregen. Niet. Nee. Oh, kak. Ik ga Wout even wat zachter zetten, want tering die microfoon. Ik heb mijn mic gefixt. Ja, dat heb ik door. Godverdomme, veel zachter zetten. Ja, ik heb er niet wat mij gekocht en ik kwam er reizen dat ik daar gewoon kan doen. Zo, deze ambulance is toch wel lang in de zon, denk ik. Oh, kijk, hier ga je natuurlijk nooit meer langs kunnen komen, nou. Oh, ja, maar god, ik kan hier echt niet meer. Nee, joh! Zie, jullie moeten allebei hebben. Ja, ik had geen invite. Jezelf. Oh, ik zie wat vliegt hier. Ja, ik dacht, je bent er al. Ik ga je inviten, maar dat lukt er gewoon niet meer. En mensen duwen mij eraf. Zo, ik slik toch al weg? Wat was dat? Zo, dit is zeg maar een beetje de comic van Ricciardo. Ik zal laatst. Ja. De hele carrière van Nick de Vries. Ik probeer vandaag niet te schreeuwen, maar ik beloof niks. Besef, je zou maar een half jaar bij AlphaTauri gereden hebben. Je zou maar 21ste staan. Maar voor een week, kut! Ja, sorry, maar ik weet niet of je zo'n plan bent. Ja, je moet ook niet in het midden aan het gaan rijden, hè? Als je, als je dat op de A9 doet, dan hebben we meteen file. Maar ik heb ook al een file. Jongen. Zo. Aito. Joh, gek. Ja, ik kan mijn sirene gaan doen. Leuk. Aan de kant, ik ben politie. Politie. Doe mij het af, ik lief niet. Klootzak, hè? Ah, oh, die duwen mij eraf, jongen. Ja, ik doe ze helemaal niks. Nee. En hun, oh, ik heb een escort. Ja, ja. Oh, Dylan. Godverdomme, Dylan. Dieve auto's hier. Joost. Godverdomme, wie zit hier dan in mijn arm? Ja, Dylan, ik kon... Ja, nou, wat? Dan krijg je, Joost. Ik ga niet meer harder rijden. Godverdomme. Ga jij maar voor, nou, klootzak. Zal ik jou even een paar keer aanhoeken? Mijn welgemeende excuses. Gemeen, dat is de tweede keer. Godverdomme. Nou, we gaan hard, dames en heren. Kom jongen. Joost, jongen. Ik heb hier toch een of andere mafdown voor me. Ik wacht wel even. Er zit al in je naam, hè, Joost. Verdomme als de kleren. Ik wil je mij ervan af, achterkrul. Ik doe toch niks met jou. Godverdomme. Nou, hop, rijden nou met de tyfus ding. Echt, ik heb de pispleuris. Alsjeblieft, hè, Marco. Jongen, ik sta zesde groene. Ik sta zevende, jong. Dylan, wie was dat? Ik was dat niet. Waarom meteen ik? Ja, ik heb niks misdaan. Ik een D. Begon met een D. Nu ben ik wel aan het spectaten. Godverdomme. Wie rijdt er vanaf? ik rij hier niet vanaf. Ik heb die eerste te pakken. Oh, ze blijft het veld een beetje bij elkaar. Hij heeft de moeilijkste auto, dus hij mag ook even niet langskomen. Jongens, beuk even Joost er vanaf, alsjeblieft. Ik ga die gast even erbij... Yes. Zo. Kennen jullie dat? Ja, natuurlijk kennen we dat. Nou... Wout, denk ik niet. Flora, wacht. Weet ik niet. Ken je Joost speelt spellen? Joost speelt spellen, ja! Bijna... Ja. Oh, en Flora? Ja, help Joost. Ik heb er al van gehoord. En ik heb volgens mij ook lang geleden gekeken. Joost.
Dankjewel, Boot. Ik weet niet wie dat was. Samen met Rudy Menter. Met Rudy. Godverdomme! Ben gegetitief is. Ah, lekker. Ik rijd in één kant en die gooien mij er vanaf. Kom Nel, ga weg. Lul, echt. Jammer. Ik beuk jou niet eens, en jou ook ja, niet. Ja, en nu? Je wil mij er gewoon vanaf, wat een fucking mongolen zijn het dan. Hey. Je bent zo hartstikke aardig. Ik steek je gewoon neer. Zo. Goed zo, die Volkswagen busjes mogen even lekker blijven daar. Aju. Hoe lang duurt ze blinders? Ja, groene. Nu heb ik jou eens even een keer te pakken. Ah, oh, wat een geluk gaat hier net daar niet vanaf. Oei. Ja, weer maag. Zo. Express. Zo, Hatsa. Ik ga er achteruit dan, hè. Want ik heb nog geen andere nou. Case. Gelukkig heb ik deze custom, dus ik race iedereen eruit. Ha, sakkaas. Totdat je mijn punt zag wagen tegen. Ja, en toen kwam die ene magoon, komt weer, denk ik. Ja, hoppla, hé. Gezellig. En dan vlieg ik er vanaf. De ding stuurt niet zo scherp. Oh, god. Helemaal laatste door die eikels. Laat mij de godverdomme gewoon langs, man. Oh, jezus Christus. Kapot. Nee, die Volkswagen busjes zitten te escort te krijgen van die anderen. Nee! Ja, dat zie je toch? Zo. Waarom? Die is gewoon naar mij dat ze ja, geluksvogels, nee! En dat is dan... Oh, vader Jozef. Nee! Moeder Maria. Ja. Oh, weet je hoe vaak... Ja, ik red die busjes... Triest volk, Marco. Triest dat je bent. Triest. Echt niet voor, hoor. Succes. Spijt me enorm. Maar ik moet mijn plekje inhalen. Spijt me enorm. Dolk steek in de rug. Ik moet bijkomen weer bij de groep. Ja, tuurlijk. Oh, ja, je loopt één auto achter. Nou, weet je al. Godverdomme. Kijk, op de wieltjes. Godverdomme. Laat maar. Pas op mijn wieltjes. Zo. Jezus. Ga net aan, hè, Flora? Ja, gewoon jongen. Hey. Oh, hij stuurt iets scherp genoeg, had ik zo hard gedoist. Ja. Dus het truck heeft wel lekker muziek. Dat zeg ik wel. Nou, rijd door met die tyfus punt van wagen. Dan kunnen we door. Hey, nee, hey. Ja, dat gaat erin, Buggy. Ja, klootzak, jongen. Ik ging naar rechts. Kut Ros, hè. Sowieso dat... Joost. Oh. Er is één iemand die heeft hem wel, hè? Die rijdt nu ziek hard door. Ja, maar die rijdt vol met zijn benen rembuggy. Had je niet hem kunnen beuken, Marco? Ja, word ik gelanceerd. Nee, zo, nu toen heb ik we reden net naast elkaar in, maar je moest vol op mij. Ja, ik wacht even hoor, jongen. Ja, beuk mij dan even goed, jong! Zak! Niemand komt er zo langs, want Joost rijdt in het midden. God, Marco, is het zo moeilijk om met de puntvrachtwagen te rijden? Kom op. Gast, Joost staat... Kijk, ik zou Joost nadoen. Zo, hij rijdt zo over die weg heen. Met de, over het midden. Jezus, ja. Die busjes vliegen. Ja. Nee! Oh. Had ik zo, bijna perfect getimed. Jezus, Marco. Nou, hé, meneer is er ook. Ik wil eindelijk doorrijden. Ja, maar Joost rijdt eens dus een keertje normaal. Oh, iedereen rijdt lekker. Wie is die L? Weg. Wie is die L? Wie is die fucking L? Die zo, ik lees iedereen eruit hier. Godverdomme. Nou, ik ben tweede. Staat daar onder al, hè? Of niet? Ik geloof er geen reden van. Ja, hier heb ik zitten live daar onder staan er al. Godverdomme. Joost! Joost! Waar kan ik Joost? Sorry. Maar, tyfus. Zo, dat busje gaat zo fucking traag. Hey Marco, ik kan me inhouden, hè Marco? Ja, maar Flora is Flora. Nou, ja. Joost, hartstikke leuk bij je. Jij hebt je lolbroek aan, of niet? Ja. Godverdomme. Weet je wat jij moet komen? Zo'n band met een haring kruis erop. Iedereen rijdt ook gewoon hier, man, één persoon. Marco, ja. Slim. Dan moet je me niet lopen beuken. Als ik nu laatst word, ik zweer, ik bouw. Nee! Ja, kijk. Ik bouw dit huis op tot snackbar, echt. Goal, nee!
die ambulance. Ga daar alsjeblieft niet aan tegen mij, dank u. Verschrikkelijke tyfusrace. Ja, dit ding gaat dus zo traag. Hey Dylan, mag ik je slipstream gebruiken? Nou nee, wacht, blijkbaar niet van het spel. Oh, die Joost haalt het in één keer hoor. Oh, ik krijg een tyfus, tuurlijk. Oh, nee! Joost heeft weer eens geluk. Niet ontploffen. Oh. Oh, dat ding gaat zo tering langzaam. Allemaal door Marco, hè, dit. Dat ik nu laatste sta. Ja, jongen, je moet naar links. Allemaal door Marco. Ja, wat doe je nou? Vriend, wie was dat? Je bent er zelf vanaf. Oh, Joost. Godverdomme, jongen. Dat zijn wel leuk, meneer, met een rembuggy. Iedereen die met rembuggies zijn vervelend. Nee, dat niet fijn. Ja, krijg de type. Weet je wat jij hebt? Chromosomentekort, dat heb jij. Je Dille, ik ben deze kutbak nog. God, die tyfus Volkswagenbus. Oh nee, stek erin. Godverdomme. Hey Joost, ik heb een idee. Als jij nou gewoon even. Als jij nou 1911 pakt, dan schiet ik wel door jou als je zegt. Oh, ik heb hem gehaald. Oh, wat zenuw. Oh, dus dat ding nog traag. Custom loon niet altijd, hè, Dylan. Ambulance. Kijk, moet je dan kamikaze op me inrijden? Ik sta al fucking ver laatste. Wee, woe! Hey Dylan, ik ga jou niet aanrijden. Ik ken jou. Ja, dat was Erik. Ah, dat is Flora. Hey Marco. Oh, ik let even niet op. Is je... Wat gebeurde dit? Nou, dat jou leuk! De Joost, die mag echt al de tyfus krijgen. Echt waar. Nou, eindelijk. Ben er voorbij. Ik heb nou oprecht 7 minuten bij deze auto gezeten. Wow! Brom hoor ik buiten bij me. Ja, ik hoor het ook. Oh ja, meneer schiet er weer af. Mag ik niet één keer gewoon lol hebben, spel? Eén keer zoete vraag. Nee hoor. Hij is 17 dagen niet normaal. Wie is dit, Joost? Wat dimper. Nee. Je moet maar eens schreeuwen. Hoe is dit een keer bij mijn haar? Daar heb ik hoor Jan Smit. Wat? Komt dit Volendam of zo? Oh, we hebben die twee Volendammen in onze klassieke. Oh, maar hoe die praten. Dit moet je er niet in de video gaan gebruiken, maar ik vind het zo vervelend, zo lomp en zo. Ja, gewoon kut. Ja, sorry dat ik het zeg, maar het is gewoon vervelend om naar te luisteren. Een beetje braaf, een beetje vol. Wie zit achter mij? Gewoon heel, gewoon alsof je een boer bent of zo. Alsof je een, ja, een man zonder manieren bent. Echt, oh, echt? Oh my god, ik leef zo! Godverdomme over die bal, hé! John, ik leef nog. Godverdomme. Tuurlijk, weer punt, vrachtwagens. Wat heb ik wat een nou? Triest volk, echt. Ik heb zo'n ik hoorde dit teleurstelling. Zijn kop staat op onweer, hoor. Mijn dikke teen is aan bloeden. Wat maatschappij leven wij? Nou, maatschappij met joggingspakken en al heuptasjes. Ja. Mijn dikke teen is aan bloeden. En gebleekte spijkerbroeken. Ja, mooi man. Zo ding met die glitters erop. Mijn dikke teen. Nee. Fucking Joost, jongen, weer eens geluk hoor. Jongen, waarom duik je mij eraf? Ik doe dat niks! Boos. Oh! Ik snap nou niet waar... Krijg de tyfus. Oh. Joost, jongen. Godverdomme. Ja. Even weer eens een engelbewaarder, hoor. Oh, kijk die jongen heen gewoon aan het baan. Kut, die had ik moeten beuken. Die is tot tweede. Als ik rechts rij, jij ook je rechts, Flora. Dan is alles keurig. Ja, maar die Joost gaat dat niet doen. Joost gaat dat niet doen. Voilà, hoppa. Joost heeft breienzellen tekort. Joost is fucking 12 of zo. Die denkt, ik ben leuk!
Waaah! Oh, niet alleen Joost denk dat. Weet nog? Sorry. Jezus, Marco! Checkpoint! Zag je dat, Marco? Ik zag niks. Wat gebeurde er dan? Die gast die schept jou, maar die nam mij mee voor de checkpoint. Joost, nee, oma, ben je leuk! Ik moest een halve meter. De griebesreis. Hoe lang duurt het nog? Oh shit, mijn dikke tenen zou ik echt hard aan het bloeden. Ah shit, 13 van de zo, ik had gewoon echt even zin om dat te doen. Ik heb toch niks meer te verliezen, ik zet door tanden die Joost staat voor me, ik moet die gast karma geven nog steeds. Maar die gast heeft het... Die staat zo tanden verlaten, dat is niet te doen. Allemaal door deze grappenmakers van de bingo club. Hey, ik beuk jou niet eens. Ik gun jou niet te maken. Oh mijn god, Joost. Mij eraf. Als jij in de overkant redt en ik niet. Ah, ik zweer. Ik hoop dat je kleinste thee stoot. Uit de kom schiet, blijf het litteken. Oh, ik heb ja, want dat heb ik gedaan. Ik heb meteen gestoten. Hij was gescheurd en gebroken. Hij heeft een stukje gered. Hij staat nu scheef. Ja, dat is naar. Maar ik ook, maar... Ik vind het eigenlijk echt wel geweldig. Wie is die fucking... Ik heb een scheve dikke teen. Godverdomme. Let's go! Oh, je redt het niet! Hij moet overnieuw! Doei! Fik. Joe! Hé, mij nu nog even beuken toen ik... Tattoo golf. Jij ook, krijg lekker de tyfus. Oh, stuk. Mijn humeur is helemaal naar de get van die Jatsa. Oh, degene met de caddies, of met de golfkarren, die zijn bij het einde. Ach, mijn favoriete bus. Ja, kut. Zo, Marco. Als erop, hè, zwiet flikker je eraf. Ik val er niet af, ik word eraf gebeukt. Nou, val je toch eens een keertje af in je leven. Ah. Jezus. Het was dat ik nog niet kuste en heb godverdomme. Hallo, wat wil je dan in mijn reet te zien? Oh jongen. Alsjeblieft niet vanaf jongen. Oh. Ik heb er echt geen zin in. Maak me een beetje geluk. Maakt me echt geen kut uit. Hey, ik ben het golfkarretje waarschijnlijk. Tering, hoeveel moet ik nog wel? Oh nee, we zijn geen golfkarretje. Ik ben met tweede gewoon. Het zijn niveau! Doe normaal en niveau. Ik wil op mijn hoofd dat ik space aan niveau. Ik heb ze allemaal! Mama, peace, man. Tweede. Hoppa. Herinner je nog, Dylan, dat je alle mijn enemies doodgeschoten had en jij... Ik heb ze allemaal! Goeie jezus. Nee, dus, die warzone? Ja. Ja. Met die LMG. Vond ik leuk. Ja. Ja, ik had het niet die enthousiasme in jouw stem, jongen. Ja, tuurlijk! Ja! Zo, een beetje mannelijke bril die kwam daarvoor. Van de party. Ja, Dylan, het is niet al jij de meest mannelijke bril. Oh, dit vond ik ook een hele leuke. Oh, kut, joh. Weet je wat mooi is? Die clipjes die Marco heeft, dat zijn allemaal clips van minstens een jaar geleden. Ja, dat is leuk, toch? Ik vind ze toch wel leuk. Het is heel leuk, maar het is zo niet meer accuraat dat ik geel niet meer. Jee! Oh, wat gaat dat ding snel, man. Het gaat gewoon nog een paar tikken op mijn bureau, inderdaad. Bam, bam, bam. Weg ging gewoon. Oh, daar ging iemand. Daar ging je van. Ja. Ik stond 15 uur straks 7, wat een triest kutspel. Die Jochem gisteren maakte gisteren weer. Jongen. Nou. Oh, die Joost staat ook voor vier, jongen. Dylan, trouwens, ik weet niet of jij beseft had toen met die enemy de gebeuren, hè? En dat je zegt, of nee, toch niet. Dylan zat achter mij. Wat? Dit stukje. Wacht even. Joh, die gast praat over een enemy.
En dan, of nee, toch niet. Want die zegt die gast. Enemy UAV overhead. Dus, ja, dat had beter gewoon geen clip kunnen zijn, maar ik vond het wel leuk. Ik had gelijk wat ik tegenkom als ik op mijn Twitter en ik kom direct een naakte vrouw tegen. Ik open mijn Twitter en ik kom direct een naakte vrouw tegen. Lekker. Zo, Wout. Ja, dit vind ik eigenlijk niet normaal. Oh ja, het is 12. Het is wanneer een Twitter aan Poren site geworden, dan ja. Ja, ik vind het zo leuk die enthousiasme. Ik heb ze allemaal! Vind je het een beetje Pokémon vibe? Ja. Je bent niet vergelijken met Pokémons. Dat is wel een goede vergelijking. Godverdomme, echt als er iemand is die anti-Pokémon is, ben ik het wel. Ja, en David. Wat heb je tegen Pokémon dan? Kansloze tyfus beesten zijn. Dylan is misschien wel tegen Pokémon, maar niet tegen hentai. Allee, ja, wel. Marco, ik kijk al die rotzooi niet, ik kijk goede shit. Niet garen dekens. Ja, Gil verzeker. Japanse rotzooi, dat moet al, moet ik niet. Ja, maar niet alle Japanse rotzooi is slecht. Dylan, jij gaat goed op een Gilf. Nee, op een Milf. Nou, zijn we uitgelachen? Ja. Nee. Godverdomme, het oudste van de groep en iedereen zit hier weer over seks zijn jullie allemaal. Gadverdamme. Nee, joh. Jij bent, jij bent een alcoholist. Op zich is die wel terecht. Marco heeft het over me. Eén keer over de mail. Over seks. Ik heb een biertje alcoholist. Ja. Ik hield het niet eens over een mail, ik hield het over een gilf. Dat ook goed, joh. 100 euro op Marco. Marco, ik heb 100 euro. Rij 55 bij 50, mag. Stel uit de duivel. Ze kunnen voor alles wat verzinnen. Hij rijdt 103 km per uur op de A9. Het staat vol. Nou, ik heb een leuk verhaal. Ik ging gisteren vroeg met Kevin weg. Ja. Ik zou 5:15 bij Kevin zijn. 6:10 werd ik wakker. Ik had me verslapen. Ja, niet handig. Hé, hey, joh. Wie heeft dit nou uitgezet? Nou, oké. Okay. Oh, ja, het is standaard instellingen. Ja, ja, ja. Laat maar leuk. Nu hebben we geen slipstream. Godverdomme. Ach, wat erg. Wat jammer nou. Pakka, Marco, ik raad letterlijk naast je. Cool. Nee, anders. Waar van deze? Oh, nee, man, raad. Ik zie het nu al. Ik ben er echt slecht in. Oh ja, goh, en ik ken ik dan. Wat doe ik allemaal? Oh, ja, oké. Mijn auto gaat niet omhoog! Ik terug. Ik heb geen idee, ik weet eigenlijk niet. Ik ken hem wel, maar ik weet niet wat de bedoeling mee was. Ik heb een checkpoint daar. Ja, heb ik deze walrijd de serieus first try gewoon gehaald? Ja, what the fuck? Ja, mijn auto... Wow, die muur heeft geen grip. God. Die heeft een beetje normale tallen, hè. Verdomme. Zo, ik ga mijn eerste race winnen hier. Nou, ik zou niet al te vroeg juichen, Wout. Ja, ik heb de fucking ding eerste gehaald, ja. Ja, ik toch ook. Ongehaald. Heb je custom of niet? Nee, dat niet. Ja, ik wel. Oeh. Ja, maar winnen met custom, dat is niet winnen. Dat is geval spelen. Ja. Nu is helemaal dan even geen 7 kampioenschap. Hij heeft gewoon gecheat. Ja. Custom Mercedes. Die kut Mercedes die altijd snel liep als hij geen voorgang had. Hoe? Was het een vrije lucht, dan was het eigenlijk gezien. Waarom zijn die checkpoints aan hem binnen? Toma. Nee, ik ben uit de bocht. Dat is niet handig, hè? We zijn verder. Waarvoor zijn die checkpoints in het midden als je toch niet daar gaat spawnen? Denk het niet, Dylan? Dat zijn nep checkpoints zodat je de race niet cheat. Oh my god, ja, nu haal ik dat ding toch nooit meer. Flora is exposed, motherfuckers. Goed bezig, Dylan. Ja, ik slipte weg. Kut auto dit. Die heeft dan ook een vacht naar custom. Ja. Nou, wat een slechte grip. Surprise, ik heb een vak te custom.
Zo, het is net alsof ik in een Alfa Tauri zit. Traag kutding. Wout schiet gewoon voor me weg. Ja, ja. Wout, niet slingeren. Oh, 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 Wout. Kijk uit. Haal je weg, Dylan. Wout. Oh, dat doet hij altijd, Jezus. Die klootzak. Sta je voor hem. Als hij niet kan winnen, dan gaat hij maar zo vies doen. God, slinger man. Jezus, ik heb die ogen Dylan. Gaat net aan hoor, Wout. Kijk niet alleen zo... Wat is dit? Ja, ik heb hem weer aan gehaald hoor, dus dit jaar, hè. Maar ik weet dat bij mij niet werkt, hè. Dat wel zo vaak. Ja, nee, misschien wel. Dylan, ik heb hem gehaald, ja, ik bal. Ja, ik ook. Dylan, Lia is bij hem. Nou, dan ben je meteen weg natuurlijk. Ja. Ik fascineerde die boel. Lia is bij hem. Volledig hangen. Ja, zei. Ja. Terrorist, wat? Nee, all sound the same. Is it all the truth, man? Where it is. Ja. We hebben zo een graf van haar gemaakt, hè. Nu mag het internet ook weten. Oh my god. Niemand weet hoe ze eruit ziet, dus... Ja, het kan allemaal. Er kunnen heel veel mensen zijn. Als jij Lia heet, dan alsjeblieft verander je naam. Je wilt echt niet heten, zo. Oeh, maar hoe haal ik dat kutstuk? Oh, Teken dit, Dylan. Jouw auto trekt zoveel sneller op. Denk het niet vandaag. Helaas. Ik wil dat een bochtje flikkert en hij helpt dat hij denkt, ja, maar nee, joh. Nou, doe de volgende keer beter. Jongen, stuur fucking naar rechts, dan moet je naar rechts sturen, man. Sorry, als je op die wal rijdt, dan moet je op het midden emen. Oh, ja. Ik naar boven van rond midden emen. Je hebt hem. Wauw, met de tips. Ja, zo, Wout. Jij bent wel echt. Soms onderschat ik hoe intelligent jij wel niet bent. Nee, ik ben fucking dom. Ik geef het mezelf toe, ik ben fucking dom. Ik ben fucking dom. Ik had er 2 op 11 voor wiskunde. Zo, dat is niet goed. Nee. Ik had een 8,3 om mijn eindexamen. Zo, Jezus. Ja. Het is ook zo niet als... nodig om dat zo erin te wrijven. Het is nee, echt... jongen! Wat een kapauto! Zo weinig grip, man! Ja, oké, okay, ik heb getryhard voor dat cijfer. Mag dat het ook niet of zo? Gert Wils mag pronken met zijn geld dat hij hard voor gewerkt heeft. Dan mag ik pronken met mijn cijfer omdat ik hard voor gewerkt heb. Ja, maar sorry, maar als jij pronkt met geld, is dat uitstralen. Als je pronkt met een 8,3 voor rekenen, ja, sorry, maar... Wiskunde. Dat vind ik gewoon triest. Groot verschil, hè? Wiskunde. Zelfs voor rekenen had ik een lage cijfer, maar dan komt dat het dom gedoe. Godverdomme, wie gaat nou 10 stappen opschrijven hoe die nou 1 plus 1 uitrekent? Hey, ja, gelukkig ben ik van deze kutrace al. Ik ben blij, man. Oh. Dit is toch leuk, dit race? Ik heb er niet tegen. Dit is een leuke race. Ach, jongen, Dylan met z'n... Hallo, maar zeg wat? Wat zeg je nou? Ja, even... We got him! Yes, Dylan! Leuk, 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 leuk. Zeg, godverdomme, wat er is. Ik heb gezegd, alle homen zeggen wat. Jij zegt, wat zeg je? Ja, dat is niet hetzelfde. Zit wat, er niet wat. Wat zit erin? Ja. Jezus, ik kan zo alles verzinnen. Ik heb 3 likes. Oké, weet je wat we gaan doen, jongens? We gaan tijdens deze race... gaan we geen ja, geen nee doen. Maar je moet ook is racen. Goed. Leuk. Is goed, jongen. Zullen we doen als je ja of nee zegt? Dat je 5 seconden stil moet staan. Nee, maar nou ja, als het wal rijdt, is het voor mij echt niet. Want dat, zo zit je niet op die wal rijdt. Ja. Ja, vervelend man. Oh, go-kart. Je hebt het al gezegd, dus. Oh, F1 Mini Monaco. Oké, okay, dat vind ik leuk. Ik niet. Oh, fuck. En het is Monaco. Nee, Monaco. Er zit hier niet een dubbel 1 in Monaco. Het is een serieel, Ewout, het is een serieel. Het is ook geen maar. Ewout, wat, zeg Wolla. Ik trek het aan mijn akkoord, Wolla. Wolla, leuk. Oh ja, diegene met die skelter achterin is de lul. Ja, die gaat sowieso verliezen, ja. Oh, dat is zo leuk. Inderdaad. Deze ga ik sowieso niet winnen. Ja, dezelfde race als gisteren gedaan hebben. Ah, race! Het is? Ja.
Oh, hé, hey, dat wist jij, lul. Ja, hoor. Oh, smiecht. Hij heeft dit vaker gedaan. Ja, je bent... Gisteren hebben we recht toch eens een keer. Jezus. Oh, ik heb een slus. Volledig gevloerd hier, omdat iemand al geen remblok heeft. Oh, oh. De herpin. Atsar, gaan we hier zo'n tunneltje in. Aflora, jongen. Herpes. Ik heb weer een of andere iemand die gewoon niet rijdt. Kijk eens. Ik kan niet met hem kunnen hier zouden we deze. Waarom zijn er 5 flips? Godverdomme, ik haal iemand heeft die go-kart custom. Hij trekt ons eruit. Ik heb iemand de frontflap te doen, ben dat trots op? Oh! Ah, kut! Alsjeblieft, ik moet voorbij Floren, maar het lukt niet. Ze kan voor geen meter rijden. Ik ook al, dus misschien niet echt. Ik kan maar niet in de deur rijden. We're coming home. Nou. Coming home. Hey. Alsjeblieft. Ga maar. Oh. Jezus, ze rijdt tegen die paal aan. Je hoeft alleen rechtdoor te rijden, Flora. Ja, dan sta ik voor muur. Sta ik nee, voor je paal? Zit voor muur. Oh, wel rijdt ik rij voor muur. Laat het dan. Dylan, je rijdt wel snel door, hè? Ja joh, godverdomme, zie me weer. Formule 1, ik kom met de race skills naar bouw. Skuurt, skuurt, zeggen we dan. Skuurt. Is hier nu weer al de bocht gestiegen? Ik vind normaal Monaco in Formule 1 zelf heel kut. Ik vind deze Monaco wel, deze is nog wat te doen. Ja, maar als je daar één keer tegen iets aanraakt, dan ben je meteen klaar. Ja, klopt. Maar dat ben ik nu ook, want ik reed net één keer tegen de muur en jij loopt ziek hard in. Ja, omdat ik ook... Omdat ik niet meer vast zit achter Flora. Maar dat is echt verschrikkelijk. Dat meest dat slingert op de rechte stukken. Neemt elke bocht zo debiel als het maar kan. In Formule 1 mag dat helemaal niet. Slingeren op het rechte stuk. Mijn auto stapt uit. Ja, maar ik doe het toch wel. Nou, als je gaat slingeren op de rechte stukken, wordt de Via niet te. Dat vind ik wel lekker. Ja, die wordt niet zo blij. Corrupt kut Via. Is het niet FIA? Ja, in het Engels wel, maar wij zijn boers. Nederlands. Wij zeggen ook niet smoef, wij zeggen smoef. Smoef! Smoef! Maar dit is zo. Het is ook niet smoef, het is gewoon smoef! Kut, ik krijg heel afgeleid. Ik ga het in kunnen lopen, Hilde. Ik wil je dat een keer opnemen dat je vader dit zegt. Nee! Wat gebeurt er? Ik deed de bocht in en er komen 3 man gewoon niet aangerend, gewoon bam! Huppakee, hele weg geblokkeerd. Ik neem deze bocht elke keer heel smoef. Smoef! Ja toch? Oh, woef. Zie, dit bedoel ik dus nou. Wat ga je doen? Toeteren. Hey, ik zie jongen, Dylan, wees blij dat je eerst staat. Ik zie er een stelletje Mongolen zitten die te rijden. Ja. Jongen, wat doe je nou? Nee, ja, wat zit je nou te toeteren naar mij? Jij rijdt zelf zo fucking debiel. Zo stel je voor dat er een kartbaan zou bestaan. Kut, ik rijd voor die remschijven 2 keer. Oh, fuck, ik nam hem iets te krap. Kut. Kut, ja. Nee, wat zit die rode nou eten te toeteren, man? Kut, in de bocht gereden. Handig, Wout. Wat zei je? Handig. Ja toch? Nee, onhandig. Hey, Nedelkut. Heb ik... jongen. Dan neemt hij die bocht, kut, en dan ben ik de dupe ervan. Ik zweer jou. Oh, 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 oh. Easy voorbij gegaan. Easy. Apot. Nee. Maar nu ben ik weer altijd in de klotenmuur gereden, hè? Sfeer, ik krijg er echt tering van. Dat moet je niet hebben. Want ik is die ziekte al 500 jaar uitgestorven. Het is storm nog wel, ja. Godverdomme, hij weer over die... Sorry! Kinderen even schrijven. Ik had klugje naar beneden en slipte. Jezus. Oké, okay. Dat had ik wat terug verwacht. Maar ik had slipstream, jij niet. Ik ben benieuwd wie de verste slap heeft. Ik kan hier niet even. Kut! Ik neem die remschijf. Number 1 Victorino, ja, yeah, Fortnite about. Get down. 10 kills on the board right now.
Dat was echt wel best wel cringe. Ja, dat weet ik. Dat was ook de hele bedoeling, Marco. Hoppa, nog tweede gewoon ook! Oeh, heerlijk. Zo, Dylan. Dat jij vooraan het desondanks dat je ketchup had. Jezus, wees blij dat je niet derde stond of vierde. Die rode. Ja, maar jullie hebben echt slecht opgereden, want ja, ketchup stond aan. En op een gegeven moment ik gunde jou nog vaak, hoor. Ik stond voor een muur. Gast, die gastjes kunnen niet rijden. Ze remmen gewoon niet in die bochten. Ze gebruiken jou als rem. Ja, ja, ik ja. Probeerde echt nog te remmen, serieus. Dat je hier de DNF haalt, dat is echt slecht. Zelfs die gast met die skelter is, of misschien is het wel geliefd. Dat kan. In ieder geval. Zo, 15.000 rijker, godverdomme. Al precies 5.000 RP, daar krijgen we een nat broekje van. Goed verhaal. Nou, zullen we maar gewoon stoppen met dit? Zullen we maar gewoon, weet ik veel? Nee. Oh, weet je waar ik echt zin in heb? Je moeder. Jezus. Hey. Nee, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik zin in. Die staat er eerst in de playlist, hè? Volgens mij vroeg niemand hierom, vriend. No! Jij bent wel, zeg maar, twee keer tweede geworden. Weet je wat de tweede plek eigenlijk is? De eerste ja? Verliezer. Dus dat is eigenlijk nog kutter dan gewoon halverwege. Eigenlijk. En boeit mij dat? Ja. Nee. Zeker. Hypocriet. Zo, RPL Radio met de bangers. Yes, dan moet ik even luisteren. Ik heb dikke stapels in de adder, zo. Welke auto gaan we nemen? Ik heb geen latte, juist ik stapels. Wat is dit voor reis? Ik ben man met zacht metaal en niet op de rol. Even ruiken hoor, wat dit is. Leuk. Ik heb bijna 300 races gewonnen. Ik kom er een kut opmerking van Marco. Goed gedaan. Ah, niet eens. Ah, een escape. Oh nee. Oh, dat is vader Jozef, moeder Maria, amen. Jezus. Vader Abraham. Het is goed zo. Je gaat er goed doorheen. Jongens, begrijp het niet. Oh, wacht, hoe het is checkpoints pakken, hè? Oh, ik wou meteen al beginnen. Maria van, ja, goed, even verder. Zo, dit ding stuurt al slecht. Fok. Jezus, ik word hier. Godverdomme. Geneukt ook. Oh, zo, gangbang. Gangbang, ja. Kom je daar? Dylan, ja, dit is toch wel. Ik had echt hetzelfde idee, maar ik gaat er alleen maar beginnen. Je denkt dat je hem bekend je kind met. Ik ga Dylan gewoon volgen. Ik ben van plan. Met een squad. Oh ja, Dylan, dat gaat niet meer. Geprankt. I won't get you. Ga Dylan gewoon volgen. Hey. En naar waar de fuck moet ik? Ik voelde een randje hier. Nee, niet oké. Ik word gek van het kutgeluid, Jezus. Ik word gek van die vloer. Oh, daar moet ik. Oh, Jezus, wat helemaal wel verstrept hier. Ik word helemaal rustig van die country muziek hoor, Marco. Ja, echt hè? Helemaal niet, nou waar de fuck moet ik door die goal? Ja! Wat ja? Dit is hem niet. Godverdomme, dit is hem ook niet. Krijg de pest, tyfus. Rustig! Don't you be a friend of mine. Zo, ik weet niet wie dat was, maar... Ja! Oh, hallo. Dit klinkt gewoon even in de lucht, maar... Dit is hem niet, Psycho. Dit is hem niet, Dylan. Wat was dat? Wat een leuke reis. Ja. Ik had al hetzelfde idee. Oh! God, ik had er bijna in één keer. Ik
Oh, oh, waar is die? Waar is ze? Daar ging ik, trouwens. Oh, daar, je moet wel rijden. Hé, hey, ik ga te hard nou! Waar zijn jullie? Ja. Even aanloopje nemen. Daar ging Dylan. Oh, ik ging nou veel te laag. Maar hoe moet je het halen? Weet iemand het? Nee, anders hoor je het toch wel van ons. Ja, dat is ook waar. Oké. Okay. Hé. Doei dan! Nee, Wout! Ik ben ook afgepleurd in de stress. Ja, en terecht dat je er bent afgepleurd. Godverdomme Dylan. Moet ik allemaal weer opnieuw doen? En zo moeilijk is dat toch niet, joh? Je bent, het kost tijd. Allemaal geen zin in. Waar zijn jullie wel? Ho! Oh, daar ging Marco. Nee, daar ging jij. Daar ging ik. Oeh, daar ging jij heen. Nee! Godverd... Oh, god, god, god. Ah, ja, het was dat ook eens een keer. Dit meen je niet. Dat is een teringlaaier. Ik had hem. Oh. Jongens, mijn dak heeft zoveel grip. Blijf gewoon liggen. Godverdomme Wout. Wat? Ja, racht me eraf. Smoef. Heel smoef. Heel smoef. Kakkendak. God. Jezus. Echt Wout, ik ben niet teleurgesteld in je. Niet, dank je. Ah, jongen. Waarom? Helemaal mijn best ervoor gedaan om hier bovenop te komen. Je lacht me eraf terwijl ik zo netjes lag. Ja, dan lag je de zon, hè? Laat me er weer op, hoor. Tot Jan, drie dubbeltjes. En ik ben er ook aan het opgaan. Als ik ernaar afgaan, ja, dit gaat niet zo smoef. Dit gaat niet zo smoef. Ja, maar ik heb het idee dat ik nu te moeilijk aan het doen ben. Inga Flora, dief je erbij over. Hoe moet je... Ik dacht dat je helemaal erboven moest. Hey. Ja, oh, laat maar zitten. Ja, de tering, man. Hoe traag moet je gaan? Ja. Nee, ja, ja, ja. Achteruit, 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 achteruit. Verdomme, Roy. Ja! Wat zie jij, Dylan? Het gaat heel smooth. Ja, niks. Daarom. Nu gaat het wel heel smooth. Wat ben je allemaal aan het doen, die buis dan? Ik probeer hierin te komen. Nou, is niet gelukt. Boven is er niks. Helaas. Nou, wat kunnen we nu proberen? Nou, ik heb bovenop die buis, waar die blauwe schans naartoe gaat, daar zit niks op. In heb ik niet gecontroleerd. Godverdomme. Ik had zo weinig, hè, was hij? Godverdomme, ik heb even zo smoof. Wat ben je nou aan het doen? Aan het rijden in een auto. Dit is zo niemand die heeft gewoon geen zin meer in GTA of zo. Je ziet gewoon te kloten. Ik ben helemaal boven, maar hier is echt niks. Ah, fantastisch. Ben ik eigenlijk op dat ding, heb ik een randje waardoor ik het niet meer haal. Ik krijg even allemaal de tyfus. Liever niet, dank je. Nee, ik ben naar beneden aan het komen. Hey, die rebelradio is wel eventjes, die houdt me even overeind hoor. Met dat, godverdomme, laat maar zitten. Jij ook al. Oh, wacht, nu komt de banger hoor. Ja. Oppast. Oh. 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 Zo, lekker bezig. Ja. Nou, bandjes op. Dit gaat totaal niet zo smoef, ja. Nee. Nou, dat was wel weer te verwachten dat hij dood zou lopen. Morgen. Hoi. Avond. Zou niet als we zeg maar zo rijden dat er een gat zit of zo. Snap je wat ik bedoel?
Ja. Yo, hallo. Nee! Waarom zitten we hier eigenlijk met z'n allen? Die had helemaal niet zo smooth. Dat weet ik ook niet. Ik dacht ik kom gewoon. Oké, okay, was gezellig. Doei. Daar gaat Dylan. Hey Marco. Moest je nou echt per se hier over mij heen? Weet ik niet. Dat moest gewoon. Helemaal niks meer. Dan ga je achteruit. Oh, ik ga wel weer een buis. Nee, dan hou ik daar niet meer op. Nee, godverdomme. Ah. De hel zit nou weer bij mij. Nee, deze loopt echt dood. Ik ga cirkelen. Toch niet elke keer. Echt op mijn spinning alle kanten op liggen om mijn dak te rollen. Als mijn auto er niet echt zo uit zou zien, zou ik helemaal gek worden. Die is helemaal kapot. Godverdomme man. Geesie, wat doe jij nou weer hier? Laat mij. Alsjeblieft. Dirk wit. Ja, dank je. Wacht, ik moet dit nakijken. Oh, die blauwe buizen. Ik ben fucked up. Maar waar probeer je net in te komen? Hè? Nee. Ik ben gewoon aan het kijken wat hier allemaal is. Dirk wit. Ja, waar dan? Ja, wacht, ik moet het nakijken. Nakijken. Ja. Godverdomme. Tering, kleur is kut. Wat een reclame op Rebelradio, tyfus. Ja, echt, hè? Maar, hoe de fuck? Sorry, maar ik het helemaal gehad met deze race. Nou, wie is jij hebt dit de race? Ja. Wat in de fuck is dit? Nou, dit is het niet, die witte, blauwe, oranje, gele ding. Godverdomme. Nee, dit is ook niet. Hé, ik ben er vanaf. Jongen. Is het ook niet? Zien. Nou, bij de banden is het niet, heb ik al gecheckt. Heeft iemand die doeltjes überhaupt wel helemaal goed gecontroleerd? Ja, ik. Ja, kultzak. Sorry, ik zag je echt niet. Je bovenin die buiten. Nee, het is toch niet waar, hè? Ik zweer het, hè? Hey, wacht eens. Wat? Nee, oké. Nee, 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 nee. Heb je hem? Nee, nee, nee. Dat is even de prank. Jongen, Chris, ik heb wel voor mij. Zellig, hè? Ja, goed zo, jong. Ik heb één ding 20 keer nagekeken en ik heb wel. Nou, wat? Oh, wat bedoel ja, je, wat? Ik. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Huh? Serieus? Normaal niet. Nee, hij is bij mij. Oh, ik dacht dat Zilden het eerder ging zeggen, maar niet. Oh, lul. Nee, ik mis die buis net aan. Ja, die buis, dat is het niet helemaal hoog, hè? Die groene, we hebben de vierde spiraal. Vind je die groene looping? Ja, oh, die groene looping. Oh, maar iemand heeft hem ook.
Maar hoe? Waar? Ik weet niet waar die was. We need answers. Nou, ik heb hem niet eens opgelet. Wacht, als dit hem is, maar hoe kom ik hierop? Oh, nou. En weer opnieuw. We do formation of these speaker. This fucking motion. In your motion. Oh, okay. Ik heb letterlijk alles gecontroleerd. Alles heb ik gecontroleerd en dat is het niks. Oh, ja, same. Ik zou niet weten waar ik heen moet. Godverdomme. Ik riep maar in. Ja, Flora, dat is hem ook niet. Ik heb hem al gecheckt. Oh, okay. Alsjeblieft, is dit hem? Nee, jongens! Maar oh, we zijn zo blind, ouwe! Ben je die nou, wat is het? Op het begin? Onder de fucking schans! Welke schans? Wat, dat kan niet, want ik heb daar een gat, jawel. Ik zie hem hier. Welke schans? Oh mijn god! Het is zo voor de hand liggend. Maar ik had hem helemaal niet verwacht. Dat maakt niet, wat wil je? Nou, ik wel, maar ik heb hier gewoon overheen gekeken. God. Wat lol jullie allemaal? Ja, bij ik mij. Ik heb bij die andere gekeken, die andere. Oh, ja. Oh, het is nog helemaal niet klaar. Maar kom, hoe de fuck ga je hierin? Mijn auto stuurde gewoon niet. Hoe de fuck ga je hierin dan? Nou, gewoon wiebelen en op een gegeven moment ga je erin. Het is gewoon een ziek grote doolhof aan. Dit klinkt echt heel anders dan normaal, kan het? Wacht. Je moet schuiven. Ah ja, zo. Oké. Okay. Ja. Dan zag ik ook van hoe de fuck gaan we wel. Ja, ik heb ook. Auw. Overleden bij mij. Jezus. This fucking motion. Nou. En het door. Dit meen je niet. Ja. Nou weer. Oh! Ik ben links op gegaan en tot nu toe ben ik wel best wel ver. Links. Oh god, je moet doorlopen waarschijnlijk. Godverdomme. Oh, dat haat ik zo hard. Dan kan ik er vanaf boven zien. Ja. Jezus, ik vlieg. Oh, zo hangt ook te vast ook. Ja, ik weet hoe je moet halen, ik weet hoe het rollen verwerken. Nou, hoe? Wauw, dan moet je niet mij voorbij lopen ragen hier. Ja, je moet altijd gewoon rechts houden. Ah ja, dat is skip meteen niet. Is. Maar deze is het niet, wat? Tuurlijk nou. Niet. Wauw, jongen. Deze is nee, het wat? Niet? Nee, normaal werkt het altijd. Bij een echt doolhof moet je altijd je hand rechts aan de muur houden. En de worst schuiven en je haalt hem automatisch dan. Godverdomme, heb je die kut er eens gereden? Ja, hier is het niet, joh. Nee. Godverdomme, moeten we helemaal terug. Nee, what the fuck? Oha, nooit. Oh nee, hier is het niet. Wat is het hem? Nooit. Dit is niet Flora, dit is nee, niet. Nee, hier is het niet. Nee, inderdaad. Godverdomme. Marco, ga, het is niet. Nog één. Wij rijden alle twee terug. Huh? Ben ik nou niet meer? Ik haal doolhof, echt. Oh, nu ben ik weer bij het begin. Godverdomme god. Ja, maar dit is juist goed, want was hem sowieso al niet. Wat helemaal gek van die vloer ook. Oh, ik dacht ik heb hem, maar nee, ik heb hem niet. Wat een fucking fake. Wacht eens even. Nee. Is daar niks? Nee, er is daar niks. Willem is ook ziek hard aan het rijharden. Ja, we proberen de uitgang te vinden. God, ben je hier weer? Waar ben ik nou? Hé? Het was vlak bij het einde, maar er zat een klein randje waar je niet tussendoor kon. Ik heb hem!
ik hem ook. Ik heb hem! Waar is hij, Marco? Het was, als je vanaf het begin heen kon, dan heb je... je hebt de eerste ingang rechts, maar je hebt de tweede ingang. De laatste moet je pakken. Ja, zeg het nog eens. Oh, ik zie het randje, inderdaad. Zeg het nog eens. Nou, als je bij het begin bent, niet de eerste rechts, maar de tweede rechts. Oh, maar Marco, dan nee, links, ik en ik wacht wel op jullie. Te achtervolgen. Ja. Oh ja. Wacht maar even op Wout. Die zeebas, die weet dat ook niet meer, hoor. Ah! De paniek in Marco's ogen. Nee. Wat lul je, ik heb hem helemaal niet. Wat lul je, dit is er helemaal niet. Jawel, het is de tweede ingang van rechts. Je moet hem helemaal doorrijden. Ja, ja. Oh, oké. Je moet dan even goed doorrijden. Dat duurt ook echt heel lang met de wagen. Hier ook niet. Die guy die weet echt niet wat hij moet meer. Iedereen is weg, hij is alleen. Aha! Ja, serieus? Bro, build a shit. Ja, serieus? Oh, joh. Ik voel het zo dichtbij zijn, hè. Daar is hij. Ik mis de finish, joh. Was het eerder dan die lama, Dylan? Ik ben vijfde, volgens mij. Ga boeien. Hij zit nog altijd daar, een stuk. Ja, ik weet het gewoon niet meer. Iedereen is weg, iedereen is vervelend. Reclame, dan gewoon beseffen dat je elke keer langs en overheen rijdt. Ja, dat is echt kut. Ik heb daar zoveel over die kansen. Maar die vloer is gewoon zo fucked up dat je dat gewoon niet ziet. Heb je een nieuwe trend gezien, de Juby Slide? Wie is het nu 50 geworden? Niemand dus. Geen idee. En waar was die geen idee op? Ik ben vierde! Wat? Ja, ik stuur dit te laat. Je hebt dus een nieuwe TikTok dance move. En dat heet de Juby Slide. Ziet er zo raar uit. Ja. Hey. Ja, tering. Ik ga even naar de wc. Goed dan. Oké, deze man niest een paar keer en dan gaat naar de wc. Ja. Kom op Rebel Radio even met die shit. Ik mag de playlist niet starten omdat er niet genoeg mensen zijn. Pa. Even kijken wie nog een online is. Wat doe je? Zal dit wel zijn? Ik heb geen idee. Weer in, godverdomme, het is niet waar. Een jaar lang. Ja. Ik ben er weg. Hoe groot is dat, dit? 50 inch, er staat er. Ik heb 27. Marco! Ja. Zat eens. Ja, je moet het even met Kim overleggen, nee, hoor. Maar zal dit zich al gezet in je zin zijn? Dan moet je opzoeken. Nee, dat weet ik niet, ik heb geen stand van. Je moet gewoon op internet zoeken naar dezelfde televisie. En dan staat het bij specificaties waarschijnlijk iets van certificering bij. Nou, kijk maar even, ik ga hem straks helpen. Er zitten dus niet genoeg mensen in waardoor we de race niet kunnen starten. Zo, hoor je die vibe van Rebel Radio, Dylan? Ja, joh.
Oh nee, je zit op op Motomami. Hey, mondharmonica. Snel, de mondharmonica. Nou. Oh. Ja. Oh yeah. Stel je voor dat je gewoon in de auto zit, dat je dit op Soundhound doet, dat je dit gewoon echt opzoekt. En dat je dan gewoon in de auto zo zit, zo. Ja, ja, ik geloof en Erik, dat ik dit liedje heeft wel een vibe. Ja. Ik ben benieuwd hoe die heet, wacht even. Oké, ik heb Te laat. Hé? Wanneer? Wie gaat er ook allemaal weer? Ja, we gaan even deze playlist ga ik opnieuw starten. Is goed, Marco. Ik zit tot er geen en nu me wel invite alsjeblieft. Wacht even, ik wil even kijken of ik die auto kan kopen. Oh mijn god, het is echt de Ecto. Wat hoeveel heb ik? Hoeveel doeken heb ik? Oh mijn god. Ik ga piepen, iedereen stikt erin. Welke winkel? Zout en San Andreas. Het is letterlijk de Ecto. Oh, ik hoop zo dat zo'n Ghostbusters liever die erop lijkt erop gaat zetten. Zal wel niet. Wegen allemaal rechten en zo. Waar staat hij dan? Helemaal bovenaan, bij Zout en San Andreas. Ja, maar Albany, Bravado, Vapid heb ik. Oké. Okay. 1,5 miljoen kost hij. Echt, als je hem opent, staat hij meteen op ding. Je moet niet filteren. Albany Brigham. En dat hem ook is. Als je 1,499 kost. Ja, dat is hem ook. Yes. 1,499 miljoen. Ja, joe. Maar dat is niet duur hoor. De tegenwoordig zijn die auto 3 miljoen. Ik vind deze echt meevallen. Gast, is het überhaupt wel waard voor een trage auto? Dus Ghostbusters natuurlijk is het waard. Dat je dat nog vraagt. Ah, klopt wel. Ghostbusters. En waarschijnlijk is het wel een auto die je maar één keer kan kopen. Net als die andere Halloween auto. Ik doe het. Dan moet je er jaarlijks wachten, dus ik doe het wel gewoon. Ik heb hem gekocht. Oké, okay, ik ga hem even kopen. Hoe noemt hij? Albany, 1.499. En waar ga je die kopen? Southern San Andreas. Oké. Okay. Zo, Albany. We gaan even over in één gekke freeroam sessie. Dat is die 1.5 mil. Nou, ik ga wel weer een playlist starten hoor. Ik ga weer spelen. Maar goed, hoe noemt die? Hoeveel kost die auto? 1,49. Ja, 1,49 eigenlijk. Maar 1,499. Maar ja, oké, nee, ze weer. Ik heb mijn 500k. Arme sluwe. Helaas. Ja, inderdaad. Maar ik heb de stank dus al voor 2 miljoen, dus. Oké, okay, cool. Cool. Cool! Cool! Marco, deze keer mij niet vergeten te invallen, alsjeblieft, dankjewel. Nou, maar ik wacht eerst op Dylan, want Dylan gaat hem eerst pimpen. Oké. Ah joh, dat is zo gedaan. Ik heb die pimpshop in mijn meespring, dus ik hoef alleen maar op het pijltje te klikken. 5 minuten is hij klaar. Hey! Ik ga zo meteen even een stukje worst halen, want ik heb echt honger.
post, alles wat je kan pakken. M&M's, speculaas, chocola, noem maar op, worst. Ja. Neem als een kilo kaas mee. Ja, is goed. Ik vind Marco wel als een type die dit doet. Een kilo kaas? Nee, niet een kilo, maar dat je dan van met de kaas gaat en van zo'n paar stukjes kaas pakt. Dat zie ik jou wel doen. Maar je hebt me van de week nog gezien met de kaasgraaf en de blokkaas. Ja, zeikert. Die randjes ga ik over mijn nek. Ja, ja echt. Ja, zo ook. Dat is echt, joh. Ze letten gewoon op de dubbeltjes. Dat doet 9 van de 10 ouders in Nederland. Ja. Ik heb een stukje worst halen. Wat voor worst? Waterworst. Nee, lunchworst. Lunchworst? Bivi. Ik ren helemaal de verkeerde kant op. Wat ben ik aan het doen? Ik ben zo benieuwd naar GTA 6, hoe dat gaat ook met de multiplayer. Ja. De story mode boeit me niet zo. Ik ben gewoon benieuwd naar de multiplayer, hoe ze dat gaan aanpakken. Want ze hebben met GTA 5 de lat zo hoog gelegd, omdat ze dit spel zo ver hebben doorontwikkeld. Ja, met ook het probleem is, er zit nou heel veel tijd tussen. Te veel. Kijk maar naar Phasmophobia, die is opnieuw uitgesteld. Spel wat ik graag wil hebben. Ja, omdat hoor. Er glitches zijn gevonden in de PlayStation VR 2. Broer, ik snap dat de PlayStation VR 2 een mooie experience gaat wezen, maar ik denk dat ik echt 5% van de bevolking misschien het zal wezen. Of nog niet eens. Dat ding is duurder dan een PlayStation 5 zelf. Je betaalt €600 voor de PlayStation VR 2 en voor de PlayStation 5 €500. Dus dan koop je eerder een PlayStation 5 dan een PSVR 2. Ja. Die was smooth. Smooth. Klaar met pimpen. Nog niet. Ben er weer. Ik heb 2 stukjes kipfilet, 3 plakjes kaas en een groot stukje, ja, lunchworst. Ja, wel van worst, hè? Nee. Ja, maar niet van mannen, in elk geval. Ik mandaren worst. Oh mijn god, je kan gewoon een doodskist erin zetten. Gek ziekenhuis, bed, bank, the fuck. Die doodskist vind ik wel creepy eigenlijk. Nee, ik ga voor niet de doodskist, we gaan voor ziekenhuisbed.
ik helemaal vast wit gedaan en ik dacht, ja mooi. Om de Ghostbusters auto toch een beetje na te bootsen. Ja, fair. Ja, ik ga de bocht om. Politie komt net die klucht oprijden. Rijd ik tegen die politie aan. Hoppa, meteen politie. Trouwens, Marco, ben jij eigenlijk live? Ja. Ah. Oké. Nou, ik wist het niet. Ik dacht al dat Marco nu weet je het wel. Wel live. Zondag. Auw. Oh, ik vind het geen chill auto hoor, dit, Dylan. Oh. Ik kan nu een plakje kaas opeten. Nom, 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 nom. Ja, sorry, die Arno, Jesus Christ. Ik wil even race brakes en even de engine maximaal pompen samen met de turbo. Dit is je adem zo goor. Sorry, ja sorry. Ah, die grafjes vind ik hartstikke leuk. Ik had die anders bij je verwacht. Jezus. Lekkere kaas. Oh. Dikke zuig. Mm-hmm. Zo, patsa, zetten we deze terug. Ik heb hem geprobeerd zoveel mogelijk na te maken. Alleen staat deze. Nu ga ik naar de kipfilet. Oh. Dat is wel een stukje beter naar me draaien. Jezus, net was je zo traag als de tyfus. Ik heb hem helemaal maximaal gepimpt. Ah, ik moet eigenlijk even... Ja. Het ideaalste zou zijn als je nu zit, maar... Zodat logo nog erop zou kunnen zetten. Oh, wat ben je wel leuk, Justin. Nou, wees blij dat ik het net eventjes goed gepimpt heb. Het thema autostuk, hij ging me achtervolgen. Ja, ik kan helaas geen. Noem je dat? Ik ga nog een stukje braters stelen bij zo terug. Stelen, jawel. Nou, ik ga die playlist starten. Ja, is goed. Ja. Ik ben in de middel of nodig aan het varen trouwens. Iemand zegt wauw tegen mijn auto, ik weet het. Tanto cool. De Ecto 1. Ik ben in een lange tijd niet zo blij geweest met de fucking auto. Ik was toen heel blij met die lurgen waarbij die guy met achterin lag. Ja. En die zei van, ah, je moeder ligt achterin. Ah! Leuk! Ik zou eventjes naar Rebel Radio gaan straks. Ja. Dun 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 dun. Aha. Wat voor zin heeft ze kutmuziek? Wat? Wanneer de lunchpauze is, mijn broodje in de kantine godsvermogen kosten. Hey.
Ja, ik heb nog nooit zo enthousiast mensen gehoord over de Aldi. Hun pizza is gewoon chemisch. Ik heb jullie een invite gestuurd, dames. Hé, hey, Joris, dag jong. Ja, ik ben er al, hoor. Ja, doe het nog. Je moet iets ASO doen, man. Hij zei je niet zo. Weer deze. Dat dus hebben we drie weken geleden ook gedaan. Helemaal niet, dit is geen kerstrace. Deze hebben we ook gedaan. Ja, lekker muziek aan gaan, jongens. Moeilijk, hè, mensen vinden. Godverdomme. Ja. Zo, tyfus, kramp in mijn poten. Ga lekker van mijn eigen pipi gebruiken. Nou, zijn we grappig, meneer? Ja, ik dacht, ik doe die meneer na van afgelopen woensdag in de Mediamarkt. Are you kidding me? Ah, dat doen we van deze. Afgelopen, ja, woensdag. Was dinsdag. Dinsdag. Op een dag. Ja. Woensdag was ik gewoon weer op school. Nou jongens, oh. Is veel liefde naar mijn races. Jesus Christ, ik start er wel. Nee man, ik heb echt geen zin om weer te wachten. Je voegde ik op. Oh leuk, welke gaan we nemen? Oeh. Hier is een dievenskaart. Ik ga op Dylan, ga ik 100 euro zetten. Alsjeblieft. Oh. Mijn rekeningnummer is Rabo 18. En, leuk. Ik mag niks zetten op Dylan. Nemen. Ik heb gewoon meer dan 100 euro, maar oké. Okay. Steun nu het Dylan fonds. Doneer nu. Niet. Er is geen Giro. Wel mijn rekeningnummer. Mag mij wel doneren. Er is geen Giro voor me. Giro. Maak het wel over. Ja, gewoon doen. Motto. Gewoon doen. Gewoon doen. Dat is die boodschap is gewoon echt poepen duur. Ik heb ook ik ga vriendelijk racen, ja? Ja, ik ook. Oh, we hebben deze wel gedaan, inderdaad. Oh. Zeg toch al? Ja, Flori die kan niet normaal racen, ik zeg het alvast. Hey joh! Ja, nee joh! Wat zei ik je nou voor Flora? Nee, dat is die andere. Oh. Ja, gisteren zit ik ook vals beschuldigd, dus wat? Ja, maar dat is verleden tijd. Ja. Ah, wat is dit? In één keer, ik reed rustig in mijn go-kart in een face-to-face, hoor ik in één keer... Sterf, Marco! Hè? Tegen mij? Ik zeg, what the fuck, gebeurt er allemaal? Ah, je buigt me af. Nou, echt niet. Ik zit hier in mijn go-kart. Even, hup, standje beuken. Nee, natuurlijk niet. Collapse? 3. Ja, sorry hoor, meneer toen met zijn 10 laps. Oh. Kent jij dat nog herinneren? En of? 10 minuten. Ja, maar dit vind ik kut. Nu ben ik helemaal achterin. Ik zit vast op een randje. Zo. Mijn auto die wou, mijn go-kart die wou geen gas meer geven. Uh-oh. Ah, fuck. Ik wist dat ik die timing had te pakken. Oh, lekker. Ik stuit er even. Okay.
Die is roze. Ja, ja, ik kom! Ik kom eraan! Hoppa! Waar is Dylan heen? Ja, helemaal weg door die teringlaaier. Relatief een stuk opnieuw rijden hier. Ik ga wel eventjes netjes wat achterin blijven. Laat me zitten, ik ben te snel. Ja, daar ging die blauwe en terecht. Ja, echt. Goh, jongens. Ik hoor ik. Ja, oei. Ja, slipgeluiden. Zo, daar ging die roze. Hey Dylan, hoe is het? Hallo. Ah, hij wilde me meteen beuken, hè? Mof. Sorry. Marco, ja, ik zou net in, ik zou net in de chicane. Uh-oh. Ik ben niet zeker of ik op jou wel vlieg ga landen. Hi. Hi. Want ik ben slipstream, ik niet helemaal leuk. Helemaal niet. Helemaal niet leuk dit meer. Sorry. Het gaat lekker, Flora, of niet? Ja. Ik hoorde je slippen. Lekker bochtje. Jezus. Hallo, dames. Woe. Dames. Hoi. Ik ben er weg. Hoi. Hoi. Wow. Jezus. Godverdomme. Dit heb ik weer. Ik heb net aangang niet hard genoeg door de ketchup. Oh, wat jij even terug. Oh. Sorry, het spijt me, Rolse. We lekker arbeidjes met suiker aan het eten. Arbeidslof vind je er wel lekker. Ja, ja, iedereen vindt dat lekker. Beste taart die er is. Die ja. Bodem. Heel eerlijk, die kan je niet vies vinden. Ja, zo lekker. Marco heeft geen budget voor een aardbeienslof of zo. Nee, laatste creme ei. Wist ik niet eens wat het was. Wist je niet wat een aardbeienslof was? Natuurlijk wel. Verdomme, wie beukt mij? Sorry, ja. Ja, dat Marco, was hij zit fucking links en rechts van je halen. Oh, karme Flora, Marco. Ja, laatste lap, je sticker is aan het eerste. Godverdomme. Zo, oh, die blauwe is... Blauw. Jongen, die grootste bommelingen dan allemaal. Nou, maar ik weet dat ik deze niet heb moeten meedoen. Ja. Wat is die blauwe een klootzak, jongen? Gelukkig jij ook. Zo. Niet jij, Dylan, maar die andere. Ja, nee, ik weet het. Ik ben eraf getikt door die andere blauwe. Oh nee, ik heb jeuk bij mijn ogen nu. Terecht. Hè? Die Lito noem ik hem maar. Ah, die heb ik ooit eens meegedaan. Ik vond hem echt scher. Hey. Hey. We zijn even heel close. Maar... Hey, gaan jullie eens even wat meer beuken of zo? We gingen toch netjes rijden? Ik had het beloofd. Ja. Ja, beloofd! Nou, om ik ben ook een beetje aan dat ik jouw touché heb. Oh. Ja, en terecht blauwe! Oh, sorry. Die kwam sorry. Één keer, zag ik je. Ja, ik was even geconcentreerd op hier de blauwe, want die was weg. En als je me daarna jij net had ik dat ook, alleen met mij remde die toen heel erg af. Zo, die Lito heeft eindelijk zijn karma gekregen. Oh! Duidelijk dat ik jou. Weet ik niet. Lekker armen met zwakker. Nee, ik heb een randje, nee! Dan mag ik weer met je wat tegen de hand gereden. Fuck, het ging zo lekker. Kut, ik ben zo traag, godverdomme. Hey, wil? Nee, oh, zit je hier? Damn! Ketchup. Ja, oh mijn god. Oh, wat waar trek ik jou eruit zo het tweede stond? Nee, wat trek je zo? Dat kan niet! Wat? Je schoot weg! What the fuck? Ik denk ik blijf achter op de slipstream. Ook op die klucht al, wow! Je hoorde zeg maar puf, dat fluitje van de slipstream en op dat moment schoot jij weg! Ik schoot weg, ja! Ja. Niet zo doen, Marco, want het gebeurt meer ook niet vaak! Jongen, zeg maar, gisteren dat het bij een keer... Eerst dat ik win en de laatste keer, nou. Dan komt dit al aan hoor, weer. Zo! Wat nou, klaargekomen. Is het pannenkoekenbeslag, hè? Nee, iemand zit op de fiets en die gaat met zijn nagel over asfalt. Maar gewoon de hele rit.
Oh. Oh nee. Ook sta eerste, wauw. Nou, dat is de eerste en de laatste keer dat ik deze vast heb gevallen. Ah, nee, oh, gadverdamme! Nee, niet gadverdamme. Ja, die, dat filmpje van Dylan. Ja, zie, doe ik even naar mij door. Hij gaat met zijn voet gaat hij er over het asfalt heen. Oh, met zijn nagels en zijn tenen. Shield, ik zie naar mij door, Dylan. Ik ja, ik, moet, ik ben even die livestream in, aan elkaar aan het flansen. Dylan, stuur me lekker door. Nee, niet naar iedereen. Hè. Gewoon eens op moeilijk! Doe jij dan? Ik ben met iets bezig. Ik ook. Met leven. Precies. Nou, zachte kut, geef naar maar. Geen genoeg mensen, echt jongens. Godverdomme. Ik kan alleen maar vrienden inviten. Invite voor jou dingen, Dylan. Wat? Mijn sessie, die kan niet meer, want ik zit niet in mijn sessie. Je crew. Oh, ik ben heel koud. Ja, dat is het. Ik kan alleen mijn vrienden inviten. Ja, ik ook. Welke vrienden? Zoals alleen Marco. Oh. Zichzelf. Maar ik kan ook. Nou, ik zou weer moeten deze race opnieuw opgezet. Hoe kunnen mensen ragequit niet ragequitten bij een stuntrace of een face-to-face race, maar een go-kartbaan? Nee, man, maar dat is toxic. Wat is er dan heen? Oh, wat is jij heen? Iedereen gaat weg. Oké, dan ga ik ook niet. Iedereen, ja. Wat vind ik niet? Ik niet begrijp. Ik heb begrepen. Begrepen. Oh, als dit bij mijn auto was gebeurd, ik had die kop verbouwd van die sleepwagen. Oh. Ik kan het niet herkijken, god. Oh, ik kan het niet herkijken, god. Zo het gebouw in? Nee, toch? Nee. Je auto rolt achter. Bam. Oh. Oh, ik heb nog eens de kriebel van die video. Ach. Yo, wat ben je nou eigenlijk, ja? Yo, Mokro Mafia. Ah, bro. Nee. Ja, lang het ook. Echt kut. Ik heb helemaal kippenvel van die video. Godverdomme. Oh. Oh. Hij deed een liefje. What's up, Tetti? Tetti? What's up, Tetti? The Typical King, 24. Tetti? Hey. Moet ik eens een pijnlijke reel doorsturen? Oh, bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik niet meer ik zal eens naar jou een ongelijk, een onlekkere... Oh, ja, ik ga hier werken op een plot. ...reel doorsturen. Godverdomme, ik ga dat niet in de kop te pakken, dat kan niet meer. Ja, nu heb ik wel. Hier, hoppla. Maar ik zal eens een pijnlijk reel doorsturen. Oh, deze. Ja. Hoe zit die deze? Kijk naar je Insta. Insta? En wat is die dingen van Floren, die Insta van Floren, want ik ga ook even naar haar sturen. Gamer Girl. Hamburgers met korting. Geen vieze shit, hè, Wout? Ik heb al 3 jaar een vriend, hè, dus ja, betekent dat ik niks, want ik kan alles wat ik wil. Dus... En zij is 18, ik ben 13, what the fuck denk je? Dat ik met een fucking knul oh, dat ken ik, op de basisschool zit, ja, doei. Ah, ik ben kokeet. Ja, ik heb deze niet afgekeken, maar ik wil nu eigenlijk niet weten wat er gebeurt, maar ik moet het eigenlijk even zien.
Nou, niet heel, het is niet heel vies of zo. Het is gewoon dat ding komt vol tegen zijn hazes. Ja. Lekker. Ja, toch? Nee, natuurlijk niet. Ik weet het wel. Een week rust. Een soort van... Ga ik weer met 6 mensen starten? Nou, oké, 7. Ja. Ik ben Abdi. Ik ben Abdi. Ah, ik ben Yusufin. Ik ben Yusufin. Wat je goesti. Ik wil ook niet door de Turkies. Apapama. Rudilis. Oh, dan leuk. De radio die gewoon uit. Daddy bro. Tommy P12, nou. Ik hoop dat hij ook 12e wordt, ook kan het niet. Dus de ma... Bijzonder knap vind. Zo. Heb je Isos aanstaan? Nee, ik heb niks aanstaan. Maar ik over prikkels die kutmuziek. Ja, ik ook. Helemaal gek. Helemaal lijp word ik van die jongens. 1, 2, 3, 4, nee, die heb ik niet. Gelukkig heb je deze custom. Marco, waarom heb jij de Jonas nagemaakt in GTA? Jonas? Ja, ik vind Jonas heel erg hard nagemaakt in GTA. Waarom doe je ook Jonas? Gigabe! Want jij lijkt sowieso niet zo, jij hebt krullende haar. Waarom staat ik helemaal achteraan steeds? Terecht. Je hebt toch custom? Zei je. Ja, maar ik heb niet altijd gestuurd. Oh, verdomme. En die Abdi. Custom staat er wel, nee dan. Abdi. Oh, deze komt goed uit. Oh god. Vol tegenwerkers naast. Ging een beetje snel. Wout, ja, dat is karma. Ik raad nog gewoon, nee, ik ben uitgeleden. Maar ik raad nog. Don't you know I'm still riding. In my fucking auto. Ik heb jeuk aan mijn neus, dat is heel kut nu op dit moment. Interessant. Oh, kak. En terecht, ik hoop dat je zoveel jeuk hebt. Dat is er aan stengert. Dat wil je zeggen, hè? Nee. Hey, lul niet lopen beuken, ik beuk jou ook niet. Vaak beuken ze toch. Trouwens, Marco, ik heb een fan. Ik deel net een fan. Ja, dat was deze race. Ja, dat was deze, ja, race. Was deze race. Maar het is ook alweer 5 jaar geleden zo. Bel de Telegraaf! Mama, ik heb een fan! Toen zei hij dat de kijkers haten als die mee gingen doen en zo. Klopt, ik vind die kijkers geïnteresseerd. Jezus! Kutkoters. Randje! Wat, mijn ouders zeggen dat? Ik kan zo hard roepen als ik wil. Nou, doe maar niet. Oké. Okay. Dan worden straks je buren boos. Dan krijg je misschien een terroristenaanslag, want het is zo normaal in België. Oh, godverdomme, Marco. Mijn buren en buitenlanders die zeggen van ja. Zo, dat gaat lekker. Een lijfruitje zat daar. Wat ik weet dat ook. Ja, ik heb hem gesaved, maar die. Zo, iemand zegt Fortnite en iedereen zit het jet Fortnite aan. Nee, ik ga geen Fortnite doen. Maar ik had een lijf randje, ja, iedereen heeft een lijf randje hier. Dus ik slipte helemaal weg, want ik kan hem niet aanzien komen. Low life. Oh, ik sta tweede in een of andere manier. Ik sla laatste. Oh, dat stukje omhoog moet je heel zacht gaan, jongens, anders schiet je over de checkpoint. Ja, oprecht. Ja. Ja, joe. Joe. Heel zacht gaan echt en mijn godverdomme. 76. Ach, wat is Dylan toch een grapmaker, hè? Dylan, wat lul je? Ik ga er met volle gas over. Ik heb hem nog. Ja, ik speel geen GTA, maar. Ja, ik speel GTA, geen Fortnite. Love. Even kijken van 12 mentale error. Dat is een GTA. Hé? Bestaat er een ander spel dan Fortnite? Godverdomme. Baby Yoda. Nou, gefeliciteerd.
Die baby Yoda. Wow, is baby Yoda trouwens. Wat zeg je, Flora? Die baby Yoda is wel heel vaak in jouw leven. Ja, altijd wel. Echt een leven. Hé, ik ben heel netjes reden, blauwe. Zit je me een keer af te persen hier? Welke blauwe? Ja, jij bent het niet. Ik ben niet blauw, ik ben donkergeel. Ik ben wel blauw. Ik ben donkerblauw. Enge topkijker ben je, Mokro Mafia. Ik? Wie? Nee, Mokro Mafia zegt dat. Uh-oh. Maar Mokro Mafia heb ik ooit één keer gekeken. Ik heb weer die kuthol, alleen dit was heel, heel fataal. Terecht. Weet je, het is net alsof ik Stan in een party heb. Stan, ja. En Tille weet wie dat is. Nee? Ja, nee, we weten dat jij dat niet weet. Stan wordt heel moe van Marco altijd in de les, dus die gaat dan heel... kattig. Kan niet doen. Nou, het is net als Damien. Oh. Zo, die gast. Hij zit er niet, maar... Pff, echt waar, ik ben blij dat ik daar van al ben. Zo. Aan Damien? Ja. Van Dylan's maar eerste die gast die maakte grapjes, gingen gewoon veel te ver. Ja. En ook niet grappig, hè, dat ze waren. Inderdaad. Ik kreeg nu pas een melding van het filmpje van jou, Wout, die je had doorgestuurd. Wat? Ultra snel internet daar in België. Of bij jou thuis. België heeft nog niet glasvezel. Ziggo is zo wat kloten de laatste tijd. Ja. Hebben ze ons beloofd aan mijn zus, want die heeft het abonnement nou genomen. Hebben ze beloofd om 1,2 gigabyte per seconde aan internetsnelheid te geven. Sorry hoor. Zonder glasvezel hier. Ja, Dylan weet gerust wat mijn buurt is. 1,2 gigabyte. Bom. Succes! Bom. Leuk race. Mijn reet! Mijn dikke vette reet! Level 5, Giat. Wie wist dat er eerst in de playlist? Ik jou heb. Niemand moeit het! Veel PlayStation. Go in the hole. Marco, wat is het nou voor kutnaam? Sorry, maar go in the hole? Nah. Mensen gaan vaak bij Marco in zijn holletje. Zet er maar in. Go in the hole race. We all like holes, don't we? Vooral Marco. Challenge complete the race of the 10 minutes. Is het moeilijk? PlayStation 5 met nu de PlayStation 4 versie. Boom boom. Tuta. Tuta. Tutu boing boing. Hier nu ook geen custom auto, ik sta helemaal achteraan. Ja, maar dat is gewoon terecht. Het spel zegt gewoon, je gaat achteraan. Ja, hoe moet ik weten dat we daar gaan? Wie doet dit nou? Jezus! Ik wist niet dat we zo moeten gaan. Jongen! Rijd toch eens één keertje gewoon even netjes, joh. Wie? Ik? Nee, die is of een... Ja, ik heb ook niet goed gereden, maar ik was degene die in de kant was gereden, iedereen aan de kant. En terecht, die rode. Zo. Zo. Goed, even precies. Flora, nee, Flora. Oh, niet doen. Oh my god, we hebben een kutgat. Flora, heb je elke race gespaard. Ja, zo, sorry, maar ik dacht hier. Misschien als ik in je kont zit, dan gaat hij misschien wel halen. Oh, wat gezeik. Hallo. Nee. Wat? Ging te langzaam. Oh, ik heb hem! Ja, ik heb hem ook. Zo moeilijk was het nou ook weer niet, hoor. Ja, maar ik vind alles... Ik heb hem nog niet eens. Ik
Maar dat is gewoon een skill issue als je je eigen race niet kan halen. Oh wacht, is dit Marco's race? Dit is Marco's ja. race. Ah, oh, dit heb ik al gedaan. Marco, dit is Marco's race. Kak. Nee, dit is Marco. Ik ken deze. Ik heb die. Ah, nee. Ik heb die met Dylan. Of met Dylan. Het heeft het gedaan. Ah, nee. Ik heb weer geen zin. Ik ga die bocht hebben. Ik echt een cute race. Oh, ik ga Marco's race. Ik ga deze race. Nee. Ik weet alleen niet of ik ketchup heb uitgezet. Oh, ketchup staat aan, Tyler, trouwens. Oh nee, dit is Marco's race, godverdomme. Kut, ik haal altijd die bocht. Oh nee, ja, Flora. Ja, stop Flora. Even met zeiken, Jezus. We kenden het wel. minuten nee, lang. Dit is toch Marco's race, oh nee. Ja, Waar is het holletje? Waar de fuck is dat holletje? Waar is het lekkerie, gat? Ja, vet zeg. Hola. Jongens. Nou, dan muziek is echt verschrikkelijk. Ja, maar Marco, je had best wel een tussencheckwoord mogen neerzetten. Dieven, zullen dat dieven stug rijden? Oh, ik had het bijna. Heb ik hem? Nee! Ik ga gewoon mijn best gaan, inderdaad. Ja, ik kreeg een set van iemand, anders had ik hem. Teringlaaier. Een millimeter, hè. God, dat ding spant in mij. Dat is zo'n smiecht, hè, die JSS. Kop, lekker, ja, ik heb hem. Dat klopt. Die teringlambo van ik hem. Ik ook. JSS, NSDAP, dat ik moet daar staan. Wat moet daar staan? Nee, het is beter als ik hem niet uitleg. Jawel, kom op. Nee. De Nationale Socialistische Arbeiderspartij. Ja, die club weet je, of de club. De club die even heel Europa overnam. Ja, nee, de partij waarbij Prins Bernhard in heeft gezeten. Wat randje! Ah, fuck, ketchup staat aan. Oh. Dit gaat nog wel eens een hele lange race worden. Oh! God, en hoe de fuck haal je die? Gewoon halen, door het gat heen gaan. Ja, dat is ik nu net deed. Voor de mannen zou dat gewoon heel makkelijk moeten zijn, dat gaatje. Ik vind het. Wat is het bij de vrouwen dan? Cicero? Oké, nee, dat gaat echt te ver. Shit, sorry. Maar dit stuk ga ik nooit meer halen. Ik heb ze staat aan. Loekla. Nooit! Oh, bijna! Bijna oh in het gat! Oh my god! Ik moet wachten tot iedereen er is. Oh, fuck. Tenminste één iemand. Ik kom gewoon niet eens in de buurt van, nee! van de gat. Zit je nou achter mij? Nee! Nou, ga even kijken hoe mensen miserabel falen. Ik doe mijn best. Fuck! Ik kan er niet, ja, ik kan daar niet overheen. Dat gaat niet. Ik moet echt naar binnen. Maar goed, Marco, sowieso is niet helemaal eerlijk. Want jij weet precies hoe je het moet doen. Want jij hebt deze race 40 keer opnieuw moeten oefenen om te testen. Dus. 40 keer. Zwaar tering kuts wel. Hi. Hey. Doe dat eens niet. Er zijn kleine kinderen bij. Ja. Boy, ik ben de jongste van deze groep. Wat doe je? Daarom. Ik heb hem. Jezus, dank je. Oh, waar moet ik heen? Oh, daar. Ik ken de race, maar je weet het niet. Kijk, ik ga volgen. Ik haat deze Q3 zo fucking erg, ik zweer het. Volgens mij moest je hier zo'n beetje naar links. Ai, nou. Dit was gaat dat ook in het gaatje? Ja! Nee, oh, ja, ik had hem gehaald! Hij zat in het gaatje. Ja, en hij dat fucking ding dat hij ook hier open en dicht gaat. Had je dat gezien of niet? Nee, ik heb niks gezien. Ik ging perfect in het gaatje. En dan ben ik gewoon afgekoet. Perfect. Ga je perfect in het gaatje? Ik heel smooth. Ik heel smooth in het gaatje. Wat is het randje? Ja, dat is het randje. Nu pas hoor. Flora, kwam je ook dichtbij of niet? Ja. Kwam je hoog genoeg voor het gat? Nee.
fuck. Ik ga er hoog. Kun je een rot zo uit? Ik zweer het, ik heb hier een glas staan, ik gooi dat zwiet door mijn hele kamer heen. Jezus. De hele kamer. Bijna. Is wel... Ik heb hem. Wat heb je? Ik had hem heel smooth zelfs. Oh ja, ik heb ketchup. Fuck, nee. Dat kan niet gaan. Ketchup. Ook als je nee, ik ben... Ik, ja, Marco. Ja. Ik had hem en ik rol door en ik ga langs de checkpoint eraf. Ik had hem heel smooth. Ja, en ik word ingebeukt door die andere rotmof. Terecht. Zullen wij voortaan een party maken voor Dutch Onlys, Marco? Oh. Ja, allemaal door die Jezus, die verslaaier. Ah, we boeken vooruitgang. Oh. Had hem. Oh, gaat dit als smoof hier? Het gaat er niet zo smoof. Ja, Dylan, ben je er al? Nee, want ik was er net, maar die kutcheck wordt zo pauper geplaatst. Maar kom neem. Zie je alle drie vliegen? Waar is Dylan eigenlijk? Oh, daar. Right up to the sky. Oh. In één keer zijn er twee mensen erbij. Dylan, dank je. Nee, dank je. Godverdomme, Dylan. Oké, top. En ik ga er helemaal hey, iedereen is er. We kunnen hem halen. Ah, dus moet hij mijn ketchup halen, of wat? Godverdomme. Ja, jezus, wie heeft ketchup achter met een... Marco, denk even na. Yo, ik doe het niet. Oh, als ik nou niet weggebeukt had ik... Wat fuck was dit? Flora zit in mij. Jij respawnde gewoon, Marco. Ja, ik zit even in je, sorry. Ja. Waarom? Dat denk je zelf. Oh mijn god, ik kan hem nog... halen zonder ketchup, ik kan hem halen zonder ketchup. Ik heb het getest, ik heb hem. Voila, wat lieg jij! Ja, serieus, ik kan hem halen ik zonder ketchup. Ik stond het eerst, ik ging vol gas, ik redde niet eens de buis. Self-assured, ik zit even op de buis bijna eigenlijk. Is gewoon het feit, oh dankjewel voor het volgende. Maar ik heb hem ook gewoon niet recht in het midden gezet, je moet zeg maar echt... Maar jij kan hem halen, je moet die auto gewoon naar boven, Mieke. En dan vlieg je er, dan vlieg je ja, ver. Ik kan hem ook halen, maar... Het is hier, kijk. Ik vlieg er zelfs onder. Ik vlieg er zelfs onder. Oh, stop! Bijna! Zat hij in het gaatje? Ja, maar dat ding ging net dicht. Sorry, Marco. Grapje. Hé, hey, Marco, kijk erbij. Kijk naar links, kijk naar links. Kijk, je moet zo en dan je auto naar boven. Hey, ja. Ik zit even op de buis. Je kwam al fantastisch ook? Ver. Ik zit even op de buis. Kan ik hem dan ook checkpoint pakken of niet? Ik ben... Nou weet ik het. Hallo. Je zit hier nou even te wachten. Zij doet precies hetzelfde. Nou, dat doe ik dit. Nou, ik denk niet dat ik een checkpoint heb. Nee, ik heb hem niet. Godverdomme. Ik heb hem! Wat? Ja, oké, die was ziek. Zo hyped op zijn eigen race dat hij... Gast! Nee. Dit was dit gat was gewoon te klein voor mijn woorden. God, nou weer, nou weer. Ik dacht, ik heb hem niet vanwege dat stopbord. Maar je kan hem toch halen zonder ketchup? Nee. Je moet... Jawel! Ja, jawel, je kan hem halen zonder ketchup, maar ketchup zit er gewoon nou roet in het eten. Maar ik ben nou eerste, dus Ja. Ik heb hem. Nee, ik was erover. Ja, ik heb hem. Ja, echt? Ja. Nice. Geprofisiteerd. Geprofisiteerd. God, ik ben elke keer weer de snelste, want ik kom er net boven. Crewrank 203, tyfus. Yes. Wat? Ik ben crewrank 203. Chat, hè? Nice. Ik ga er zoiets echt mijn controle door de kamer gooien, hè? Oh, kom ik er weg net boven. Nu kom ik op het volgende probleem. Tanto!
Ja, ja. Marco, dat platform. Nee! Zo, tyfus. Hadden we een kruis. Ja. Ik ken de mannelijke schreeuw op aarde. Ik mag toch hopen voor je, Wout, dat jij dat niet was? Had ik niet wie dit was. Dat gekrijs net. Ik heb de meest mannelijke schreeuw op aarde. Oh wauw, even die boost niet meegepakt. Voor homo's bedoel je? Hou een bek, Marco! Oh mijn god. Wil maar geen slip. Je redt het niet eens. Marco, die gaat er weer. Nee. Maar verder een toprace, pik. Ja, dit is bedoeld voor non-catcher, maar ja, ik was vergeten hem uit te zetten. Oh, ik wil me niet voor jongen rijden. Rijd door, maat. Jeez. Ja, je rielt me niet in, je rielt me niet bij. Ja, kom op, in het gat. Oh, ik ben elke keer te snel. Ik zit hier met Abdul. Ja, ik zit daar ook nog steeds. Het werkt niet. Oh jongens, haal hem even achter ons. Ik had een zelfillusie hier. Maar de vorige keer waren we gewoon deze hele race geliefd, omdat we het gewoon niet halen. Dan ligt het toch wel echt bij jullie. Oh, ik ben fucking traag of ik ga te snel. Ik kan die rem schijven niet eens. Ja, dat probleem had ik net ook. Ik ben er weer al over, maar ik heb het idee dat ik hem ga cheaten. Ja, zeker, baby Yoda. Ik ga hem cheaten. Fucking. Oh. Hij is anti-cheat. Hij is niet anti-cheat, ik weet het. Oh. Ja, David zit aan mij te kijken. David, kijk die fucking race nog. Godverdomme. Oh. Ja, maar ik heb een cheat om hem te halen, oprecht. Ja, hij werkt goed of niet? Nee, maar ik moet eerst opgeraken. Maar als het is, heb ik hem wel gecheat, oprecht. Ja, maar je kan niet op de baan, want als je op die... Ja, wel, ik ben daar net opgeraakt. Ja, ik heb bijna ook op... Nee, dan kijk even op je eende of op je TikTok. Niet. Je haalt het fucking checkpoint niet aan, als je daarop bent. Nee, maar je gaat... Ja, het is heel lastig. Tuurlijk. Ja. Fucking cool, escape. Doe maar. Of ik ga te hard of ik ga te zacht. Maar staat, dan kan je erop en dan kan je gewoon heel die buis vrijen. Dan kan je in die buis gaan en dan kan je eigenlijk voor hem halen. Ja. Ja, die is sowieso helemaal naar rechts. Kom op. Nee, kut. Ik moet wel juist klikken, want dan kan ik op die buis raken. Dan kan je achterstevoren halen en achterstevoren is het makkelijker. Ik zit er wel zo uit trouwens. Kijk, dan ben ik weer te snel. Fuck. Ja? Ja? Ja, ik ga cheaten. Hoe ga je hem cheaten dan? Godverdomme, maar je hebt gelijk, hij is anti-cheat. Godverdomme. Ik zei het net. En je luistert gewoon niet, hè? Inderdaad, ik luister niet. Eigenwijs. Ik zeg het al 100 keer van dat gaat niet. En dan doe ik het. Kut. Ik heb het zelf gedaan ook. En ik weet het. Er komen ze hoor, de zaadcelklappers. Hé! Hey! Hou je pek, Marco. Hé, hey, ik ben ook Jezus. Echt op, Marco. Hey. Ik voel ik me beledigd. Ja, ik ga hier gewoon wakker. Oh, hier kan helemaal niet. Oh. In dat gaatje. Steden komt dan, niet in het gaatje. Oh, lekker weer. Ja, alsjeblieft. Kan ik weer opnieuw op de buis springen. Ik wil niet in die slip springen, zo snel. Verdomme. Ja! 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 Je hebt hem niet. Nee, ik heb dit. Ik zag je naar beneden vallen. Godverdomme Flora. Ik ga pas het achter hier zo. Pas geven. Te hoog, Wout.
Terwijl Flora... Ja, denk ik ook. Te eigenlijk. Hoog. Ja. Het is of ik ga te hard, of ik ga te zacht, of dat ding gaat dicht. Of je hebt een skill. Dylan, wat zitten we toch met mensen die geen skill hebben? Ja, als ik te lang ga ik lief hoor, want ik heb hier helemaal geen zin in. Ik zet hem sowieso zo uit. Krijg de tyfus, tyfusbuis. Go! Ja, ik ga volledig aan links, hey. Ik had hem kunnen halen, echt hè. Wow. Marco zit heel genieten te kijken. Wauw, wat leuk! Zo. Snoof of zo. Jezus. Wat heb jij binnen? Lijkt dit klinkt net als deze meer, joh. Nee, die zou de grap maken voor de duizend keer. Hé, hey, zou ik een jodenkoekje bestellen bij Out of Eden? Oh ja, oké, okay, ja, dat heb je wel gelijk. Oh. Oh, ik heb je wel naar iedere keer zei. Godverdomme. Damien maakte echt geen andere grappen dan Duitse grappen. Klinkt goed, Pik. Ja. Hoi, ik ben even weer op de buis. Vies aan uitstuiken. Zo, hoeveel lijntjes had jij wel niet? Hey. Maar die app die staat ook gewoon midden op de weg. Zeker zeven. Alsjeblieft, jongens. Ja, echt waar, jongen. Wat hoor ik? Ik kan even fucking lang snel, ik weet niet waarom. Oh, die auto me niet. Weg, ja. Gewoon dat ding. We geven ze nog twee kansen, oké? Nee. Olé! Allé. En dan ga ik weer te traag, hè? Ja, heerlijk, man. Lekker. Maak een keer normale kut. En nu zie ik sterretjes, what the fuck. Ja, ja, nee, dat kut vliegboot. Ik zweer het, ik vermoord je. Kutbord. Vliegboot. Een bord vermoorden, ja, respect. Ik verstand vliegboot. Ah! Oh, iemand heeft hem. Iemand heeft hem. Ik heb nog niet in elk geval. Kutering. Ik had hem! Bijna! Ik heb hem. Zo. Nou, rijd door. Barry Balgaar met je tyfus auto. Heeft iemand hem? Ja, oh, iemand heeft hem. Bijna. Fuck off! Oh, met de millimeters. Wacht. Zak hier. Als we over Dylan zijn lul hebben, is hij ook met millimeters. 4000 millimeters, gewoon 40 centimeter. Ik weet niet wat je nou probeert te zeggen. Die 3 nultjes zijn te veel. Abdi is geliefd. Ik noem hem Abdi, mag dat? Boeit me niet hoe je hem noemt, als je dat ding maar haalt. Godverdomme. Oh. Is hij dit nou al? Een opmerking, ja. Oh, is voorraam ook, of niet? Nee, maar ik heb hem echt bijna af en gehad. Ging dat ding midden dicht gewoon. You must get the reason. Ah, oh, we zijn nog niet te snel genoeg. Jongen, ik rij nog niet zo fucking hard en ik vlieg over die buis. Marco, wat was dat? Bang slipstream Dylan. Oh ja. Oh, sorry. Oh. Jezus. Ik kan niet weten hoeveel ik gesprongen heb in je bak. Ja, kut. Zo. Nog bijna gered ook. Zo, dat zou wel lijp zijn. Doe de panda, wat de fuck is daar weer? Doe de panda.
Weer. Weer net te laat met respawnen. Zijn we ook op de buis weer. Okay, ik ga proberen te cheaten. Ja, dat is nog niet te doen. Nee. Tering, kut, godverdomme, kutting. Ik hoop dat je nou hebt. Nee, want je respawnen te vroeg, dus jou ging stilstaan. Oh. Ja, weer op de buis. Fuck jong, ik ga mijn gas nog niet in de helft inklikken en ik ben al op de buis. Weer al gebaasd, ja, dat is niet goed, hè? Maar die remschijven werken niet. Auw. Ga je te lang nou? Godverdomme. Fuck, verkeerde kant op! Nee! Doe Smurfen staal. Kom wel de Pieter Sinterklaas move. In de auto. De Pieter Sinterklaas move. Ik ga nu gewoon veel te hard. Wat? Dus dat de animal play is? Oprecht, ik had hem gewoon kunnen halen. Wat? Ik zag het. Die bocht hier naar boven! Ja, oh, dat is snel! Oh, heeft hem! Oh, ik zet hem kwart voor uit. Maakt niet ik uit waarom hij wel. Ik had gehaald als het bocht naar onder stond, maar dat bocht ging net naar boven. Godverdomme. Maar ik wil dit Moeder Maria. Zet niet te doen. Ja. Oh nee. Als zonder dat bocht is dat dan moeilijk. Ik heb precies nul slipstream kunnen krijgen, Marco. Ja, ik zag het. Je hield me niet in. Ja! Dan hou jij hem nee, wel. Ik heb niet. Want bocht is... Tuurlijk niet. Kijk achter je. Dit red je niet, je redt het gewoon niet. Je kan toch een beetje misschien in de slipstream gewoon compleet afremmen. Oh. Ik ga gewoon proberen te cheaten, ik heb echt scheid hier aan. Ja, ik heb gecheat! Oeh. Jij moet gewoon bolle gas tegen dat ding en dan doe je zo'n frontflip. Mag ik ontzettend dat ding in de slipstream. En dan kan, dan kan je hem zo anders erop halen. Huh? Je bent gewoon achter mij, hè? Ja, maar ik weet hoe je hem kan cheaten. Oh, ja, inderdaad. Oh! Oh, Moeder Maria! Jezus Christus, Vader Jozef. Vader Abraham. Met de drie apostelen. Of 11. Dat is goed zo. Even over die dingen gaan, over die buis. Nee! Zo. Desondanks dat die mafklappen voor me zat, kwam ik nog best wel ver. Ook gewoon goed dat dat ding ook rechts is. Scheef. Godverdering, kut, klote, kutspel! Oh mijn god, waarom... Oké, waarom werd ketchup dan ook in de lucht? Well, in ja, the air. Ik ben te hard gegaan dit keer. Maar, ik ging net erboven. Hoe wil jij hem cheaten dan? Ik zit op de buis. Ik ga weer te zacht. Omdat ik uiteindelijk eerst stond. Ja, het blijft lekker klein. Oh ja, zo moet hij. Oké. Okay. Oh. Hey David. Wat zit David erin? Huh? In mijn TikTok chat. Dit is echt. Ah. Oh, David. Hey David. Hey David. Go! Nee! Die jong, die gast heeft hem. Wat? Broer, hij heeft hem. We zitten hier 1000 uur aan het wachten. Ik moet hem gewoon halen. Is die moeilijk? Oh fuck. Oh fuck.
Heb je al vriendinnen? Vroeg ik de vorige keer ook. Nee. Nou, Mark. Zo, met donder in zijn ogen. Nee. Ja. Dat kan ik vroeg het de vorige keer ook al. Ah, jongen. Ik haat vriendinnen. Ja. Ja. Ik haat vriendinnen. Domme man. Oh, ja. Ja, dikke neus. Waarom ging ik er nou eenmaal overheen? Ik ging veel te hard. Ik ging ook veel te hard. Ja! Ik heb hem! Finish alsjeblieft zo snel mogelijk. Ja. Jij moet ook finishen. Maar het werkt gewoon niet. Je moet verder naar voren leunen met je punt. Maar dat doe ik, maar ik ga niet hard genoeg. Ik haat deze race echt niet normaal hard. Oh, ik geloof weer op. Haha. Joe. Ik had daar overal die vriendinnen, ik zweer, ik krijg er echt tering van. Hehe. Ik deel een finish alsjeblieft zo snel mogelijk. Ja, Mike is een beetje... Ja, is een beetje anders. Ja, hij is heel zacht in één keer. Wat zei is? Ja. Haat anders of niet? Is het beter? Ja. Nou, eigenlijk niet, maar ja, qua kwaliteit. Oh, dat denk Dylan! Ja. Maar is het beter of niet? Wacht even. Dit gaat niet klip. Dit gaat niet klip hoor. Oh, alsjeblieft. Meteen klip ook. Klippen? Ga je niet klippen? Nee. Oh, waarom was het dan? Wacht even. Putrace. Hij is het beter deze race gemaakt, ik zeg wacht even, ik bakte mijn mic, ik deed nou mijn mond in die idee. Is dit beter? Maar is het beter of niet? Ja. Ja. Ik ga te hard. Doe me één plezier. Dit kan er wel afmaken, denk ik. Flore, je kan ook afremmen. Ik rem verdomme af. Ja, dat zie ik dus niet. Het werkt gewoon niet. Maak hem even af, ja? Doe me één plezier. Kom gewoon niet meer terug. En word gewoon nooit meer wakker, mooi. Ja, rem hem even af, ja. Oh, sorry, ik moest zeker zeggen wat jij wilde. Ja, wil je me één plezier doen? Morgen nooit meer wakker worden. Jezus. En wil je me één plezier doen? Mijn mond dicht houden. Nee. Weggaan. Nee. Dat is nu gewoon vol gas hier. Gewoon niet meer wakker worden. Ja, nee, dat lukt denk ik niet. Dan kan ik hem op zich gewoon cheaten. Ja, sorry, maar iets afremmen. Dit is iets R2 loslaten halverwege de groene boost. Wie ik? Ja, jij. Nee, die andere leed ik een lummel naast. Ja, maar ik Jezus. Heb dat ook net ook gedaan. Nou, dankjewel, Marco. Kijk, er gebeurt dit. Niks. Je moet dan eerder je gas loslaten. Nog eerder mijn gas loslaten. Ja, ik hoopte dat je dat besef zelf ook kreeg, maar ik moet het helemaal niet los gedaan, broer. Ik heb fucking 5000 GTA uur. Ik ben toch niet achterlijk? Ik weet toch niet hoe shit werkt? Nou. Doe het dan. Ja, ga ik hem halen? Eindelijk? Nee. Ik ga eens iets proberen. Doe dat. Hier. Net ging je te zacht, net ging je te hard, moet net te zien. Ja, joh. Marco. Jezus. Ja, elke dag word je weer een stukje wijzer. Ja, en ik word 40 jaar ouder na elke game sessie. Stress vind je. Oh, de bocht was weer dicht. Dat zie ik wel aan je rimpels altijd bij jou in je voorhoofd. Jezus. Met de lachrimpels. Ook. Oh, dat ja, nog rimpels. Pet, ja, maar dit is een schil issue, ik kan niks anders zeggen.
Nee, dit, broer. Jawel! Nee, want ik doe gewoon letterlijk, zelfs wat jij zegt, doe ik niks. Niks. Hij doet het niet. Hij doet het niet. Hier, doet die hele remschijf niet. Je ging te ver naar voren. Echt kansloze tyfusrace. Ik wil deze nooit meer. Als deze volgende keer opgestart wordt, ben ik weg. Tyfusrace. Opgestart. Kun je minder ver naar voren? Je spreekt. Oh, werkt weer niet. Nee. Zie je? Ach, niet zo. Oh. En Marco, dat je 5000 uur had in dit spel. Ja. My God. Bro, ik heb toch. Echt halen, want ik zit. En ga weer te zacht. Nee, net niet. Dylan. Goede race. Wist je, eigenlijk is Russian roulette heel veilig. 100, het is eigenlijk niet dodelijk, want iedereen die dan vraagt, dus, heeft het overleefd. Die is dat kutbord hier, die zo. Ja, jongen, als ik dat kutbord er niet was, dan had ik hem al 3 keer gehaald of zo. Ja, ik ook. Ja, als die remschijven er niet zaten of gewoon meewerkt, dan heb ik hem ook gehaald. Marco weer met zijn kut ideeën. Ja, maar Dylan, dat is gewoon een skill issue. Ja! Nee! Nee! Tuurlijk niet! Je houdt ook niet zo tien uur scheef, ouwe! Ik hield hem niet scheef, kaarsrecht! Ja, nou, jouw kaarsrecht, dat is 3 graden helemaal af van de waterpas. Jouw recht is niet waterpas, hoor. Je wat dat een beetje leuk maken, wat zo glad als maar kan. Ja! Zo glad als je voorhoofd aan het vat. Oh, ik vind dat zo mooi, hoe makkelijk een commentaar kan leveren als hij dan wel gefinished is. Ja, ik ga het alleen doen, je auto zo raar. Ja, mijn auto deed raar. Ik draai hem naar achteren, zodat ik rechts moet komen. Nee, mijn auto denkt, nee man. We gaan hem even kaarsrecht omhoog zetten, dit tyfus ding. Ik krijg op de pest cholera, dat tyfus. Ga je het weer veel te hard. Het is toch ongelooflijk. Echt hoor. Oh, weet je dat nachtbog, man. Als je dat kutbord daar niet had gezet, had die kutrace al 3 kutkeer al gehaald. Nou. Ja, ik ook, godverdomme. Gamergirl Drone is al crashing voor 30 minuten GTA online. Nou, dat vind ik heel knap. Echt hoor, altijd pret met Sted, godverdomme. Your best time is 28 minuten. Godver. Bij mij 25. 33 minuten in de kak. Als je het nou niet doet, jongen. Oh, niet doen alsjeblieft. Nee! Ik zie die kop nu al. Oh, zo bijna. Ja! Godverdomme. Ik ga maar. Wacht maar even. Nou, gooi je hint maar in de chat hoor, Divi. Ja! 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 Ja, Dylan! Ja! Hoi. Nu is deze race nooit meer. Ik ga nog liever dood. Eindelijk is deze race af. Ja. Ach, moeilijk rijden. Ja, ik heb een ik heb mijn kopje er niet meer bij houden door die tyfusrace schijven van net. Iemand is lekker aan het timmeren. Dan hebben we een controle aanslagen. Oh, dat is niet meer bedoeld tot de timmer. Rijd die motor aan! Hoppa! Oh, hij houdt het vol. Dat is... Zweert, hè? Hoppa! What the fuck? Nee, wat voor kont! Dat, ja. Wat een goede vering heeft hij daar. Weet je wat een minder goede vering had? Nou? De remschijven. Zweer van Marco, jij kan... Ik bewijs dat Marco gay is, want hij kan zij kan zijn races niet straight maken. Wat je niet graag wil? Hele rare vergelijking, Wout. Ja, maar ik heb wel gelijk, hè? Hey. Nee. Jawel. Ik haat... LHBG gebeuren. Oh ja, een hekel aan. Ah, hij heeft al de laatste fotoshoot gedaan met zo'n figuur. Jij! Dylan!
Oh jongen, wij moesten met de spiegelreflexcamera moesten wij shots gaan filmen om mee te oefenen. En er zit zo, ik moest de ingang doen van het schoolgebouw. Ik ben buiten. En op een gegeven moment komt zo'n meisje aan. Wil je een foto van mijn vriendin maken? En wat zegt Dylan? Ja, is goed. Dus ik wil die camera aan Dylan overhandigen. Wat zegt Dylan tegen mij? Nee, jij hebt de camera vast. Nou jongen. Die kon je krijgen, echt waar. Ik wou hem zo'n hoek verkopen, hè. En wie moest je fotograferen? Een of andere emo-schoorsteen. Echt waar. Jezus. Op een regenboogbankje met een halsband om. Echt. Als je de flits aan had gezet, had je niet zo kunnen zien. Al die weerkaatjes en spijkers. Dat is een zinnige liefde. Ah, ik neem aan dat jij er vandoor ging, Dylan. Ja, ik ga hem zeker vandoor. Ik ga even mentaal bijkomen van deze tyfussooi. Ja. Oh, wees blij dat je met die code is Fortnite gaat doen. Nou, dan moet je na 5 minuten een dag bijkomen. Nou, zoals ik al zo vaak heb gezegd, ik heb me wel eens mentaal sterker gevoeld. Jongens, alles al tegen in die race van net. Ja. Zoals we al zeiden, altijd pret met Sted. Ja, altijd pret met de prit stift van Sted. Nou, dames, fijne dag. Oh, ik al, ja, ik ga er ook vandoor. Oh, Michael, waarom? Omdat ik er ook vandoor ga. Heb plezier, doei. Aju. Aju, paraplu. Paraplu. Ik ook, trouwens. Jezus! Ja, echt hè, maar gewoon echt. Fuck, man. Wat een teringleier is het ook, serieus. Kut, man. Gaan we verder met races of niet? Nee, ik denk dat ik nog aan het ding ga doen. Wacht toch, wat zei je? Oh, Pikachu, jongen, ik weet niet wie Pika is trouwens. Pika! Pika, 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 Pika. Pika, Pikachu? Hallo. Hallo. Goedemiddag. En wat gaan we nou doen? Moet ik restarten? Ik denk dat ik nog even die levels op Fortnite ga halen. Wat ga je doen? Die levels op Fortnite ga halen. Oh ja, zou ik ook even Fortnite starten. Ja.